mm -hmm. mm -hmm. Bismillah, alhamdulillah wassalatu as-salam wa assalamu as warahmatullahi wabarakatuh wa beste kijkers. En aanwezig op de bank natuurlijk. Marakallah, ik kom voor jullie aanwezigheid, vooral jullie. Marakallah, ik vind dit zo geweest. ik heb de dag gehoord. Uh, ik waardeer wat ik voor ons doen, Marakallah. Staffel we doen de dit is onze verplichting. Voor vandaag, we hebben een programma. Die ga ik allereerst even met jullie delen. Uh, we gaan zo eerst eventjes, zoals jullie van ons gewend zijn, uh, moslimjongeren Almelo kort in kaart brengen. Dus laten we laten jullie weten wie wij zijn, wat we doen, wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, wat we volgend jaar van plan zijn, inshallah. Daarna zal ik, uh, gaan we kort even beginnen met Usted. Gaat hij een aantal vragen beantwoorden over het belang van Sadaka. Over, gaat hij wat vertellen over het belang van hebben van een ambitie en wat wij kunnen bijdragen in die ambitie? Um, en tussendoor gaan we natuurlijk duidelijk doen voor de mensen die hebben gedoneerd. We gaan weer tussendoor de stand gaan we doorgeven. En het is natuurlijk een inzameling waar we hier voor zitten. Dus een inzameling en een podcast en uh, delen van kennis. Dus uh, ik vraag jullie om allen te, uh, dit te delen met uh, jullie naaste familie, kennis, broertjes, zusjes. Dus deel het nu voor wat we zijn begonnen. Laat zoveel zo mogelijk mensen kijken, Bidnien. En uh, ik vraag alles Vandaal om dit een gezegende inzameling, slecht podcast te laten zijn. Amen. بارك الله فيكم. انا استاذ بارك الله فيكم. افطركم لك. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض، وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، ولا تكونن من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Wa -ibadihi, wa -e <tied> uh, allereerst even een mededeling. We hebben nu een tussenstand van 950 euro. Dus ik ga dus voordat we zijn begonnen, hadden we al 950 euro. Ik wil op de kijkers gaan beroepen. Wie maakt er duizend van? Nog voordat we beginnen met überhaupt het voorstellen, het praten. Uh, het hebben over de ambitie en, en, het, en het, uh, het hebben over de inzameling zelf. Hebben we hebben wel 950 euro. Het zou mooi zijn als er nu al 1000 euro op staat. Zodat we een mooi begin kunnen maken van deze avond, inshallah. Dus broeders, zusters, degene die kan, laten we er zo snel mogelijk 1000 euro van maken. Zodat we het streefdoel behalen. Uh, het streefdoel zal 7000 euro zijn, inshallah. En dit jaar zamelen we niet alleen maar in voor onszelf, voor Moslimjongeren Almelo. Maar ook voor MZA, dus voor Moslimzusters Almelo. Alhamdulillah, de TAK is uh, afgelopen jaar echt flink gegroeid. Er is een vast bestuur. Ze hebben iedere vrijdagavond, hebben ze ook jongerenavonden. De lezingen die wij verzorgen, daar zitten ze ook uh, aan hun kant bij, zodat ze het mee kunnen horen. Uh, ze hebben hun eigen activiteit en de community begint echt te groeien, alhamdulillah. Dus uh, vandaar dat we ook ons best doen om in te zamelen voor hen. Zodat ze hun activiteit nog groter kunnen maken. Zodat ze hun da'wa nog groter kunnen maken. Dus voor de aanwezigen, doneer. Het is voor een goed doel bij ik Wa ik om nogmaals. Uh, waar we nu voor gaan, mee gaan beginnen uh, is een korte introductie en daarin gaan we eigenlijk even uitleggen wie is Moslim Jongeren Almelo. Dus voor de mensen die ons nog niet kennen uh, wil ik broeder Mehdi al eerst het woord geven om af te trappen. Wie is Moslim Jongeren Almelo eigenlijk? Wat, wat doen we? Ja. Um, ik wil eigenlijk beginnen met, um, met het omschrijven van zeven eigenschappen waar we naar streven om onszelf in te ontwikkelen als uh, Moslim Jongeren Almelo. Um, Dit zijn eigenschappen waarin elke moslim zich zou moeten ontwikkelen. En de moslim die zich ontwikkelt in deze eigenschappen, die het toppunt bereikt van deze eigenschappen, die blinkt uit als moslim. Waarbij de eerste eigenschap het hebben van een rotsvaste imam is. Het kennen van Allah subhanahu wa Het hebben van een diepe band uh, met Allah subhanahu wa En vervolgens, nou, ja. het, ijver, het, het ijverig zijn in het verrichten van goede daden. Het ijverig zijn en het verrichten van goede daden in die zin dat de moslim die zich ontwikkelt in deze eigenschap uh, alle, alle kansen pakt om goede daden te verrichten. Het kunnen de kleinere daden zijn, zoals iets opruimen van straat, maar het kunnen ook grotere daden zijn. Het verrichten van het nachtgebed. Uh, de derde eigenschap is het bezitten van kennis. Kennis op niveau dat de moslim de islam begrijpt. Dat de moslim begrijpt wat de, islam, uh, wat de bedoeling is van de islam. Wat de bedoeling is van deze religie. De vierde eigenschap is het bezitten van een vervolmaakt karakter. We kennen allemaal wel mensen dat wanneer zij een ruimte binnenlopen, dat wij een goed gevoel krijgen. Omdat we kunnen getuigen van hoe, hoe hun karakter is. En dit is een, een eigenschap die wij willen bereiken. Dat wanneer mensen ons zien, dat wanneer, mensen, dat wanneer wij bij mensen zijn, dat mensen een goed gevoel krijgen van ons. Dat dus ze weten dat, dat, dat zij veilig zijn bij ons. De vijfde eigenschap is dat een moslim uh, die zich hier ontwikkelt, uh, effectief dawah verricht. Dus dawah verricht op een manier die effectief is. Wetend hoe je moet praten bij wie. Uh, dat je niet zomaar dezelfde tactiek toepast bij elke persoon, maar dat je inschat hoe moet ik dawah geven bij welke persoon. Niet-moslim, moslim, moslim die net begint, moslim die heel veel gezondigd heeft en wil terugkeren. De zesde eigenschap heeft betrekking tot het uh, eenbrengen van de moslims. Het kunnen kijken over de verschillen binnen de umma. Want wij weten namelijk dat de islam wordt aangevallen van alle kanten. Je hebt verschillende ideologieën die de islam. Uh, willen aanvallen. Uh, ideologieën zoals feminisme, liberalisme, et cetera. En wij moeten ons realiseren dat wij als moslims elkaar nodig hebben om onszelf te beschermen tegen dit soort ideologieën. We moeten eenheid kunnen creëren onderling. En de zevende eigenschap is het bezitten van uh, leiderschapskwaliteiten. Leiderschapskwaliteiten in die zin dat, um, dat je principieel bent naar jezelf toe, dat je integriteit bezit, maar dat je ook rechtvaardig bent in leiderschap richting jouw gezin. Een organisatie, een groepje mensen met wie je samenwerkt. En deze zeven eigenschappen... die, uh, die, 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 die zijn volgens... Sheikh uh, Haytham al-Haddad heeft met deze zeven eigenschappen... een model ontwikkeld genaamd het Siddiqiyah-model. En dit Siddiqiyah-model vormt eigenlijk de basis... van wat wij met onze activiteiten willen bereiken... bij moslim Almelo. En bij moslim jongere Almelo... organiseren wij verschillende soorten activiteiten. Je kunt het type activiteiten... Die we organiseren, onderverdelen in uh, drie projecten. We hebben de jongerenavonden, we hebben de evenementen. Daar vertel jij inshallah wat meer over zo meteen. En zo meteen gaat Enes wat vertellen over onze Korreinschool. Uh, om te beginnen met de jongerenavonden. De jongerenavonden die we organiseren, die zorgen ervoor dat de moskee een laagdrempelige plek wordt voor jongeren om te bezoeken. Vaak is het voor mensen nog een beetje hoogdrempelig om naar de moskee te gaan uit zichzelf, zonder dat de ouders hem even gaan pushen. En ons doel is dat wij dat proces voor de jongeren heel laagdrempelig maken. Dat wij het makkelijk maken voor jongeren om hier naartoe te komen. Op de jongerenavonden creëren wij gelegenheid voor jongeren om te chillen samen. Je kunt pingpongen, tafelvoetballen, er is een playstation. Maar tegelijkertijd zijn er ook... Um, tegelijkertijd hebben we ook Romeinen die we organiseren. Romeinen die we houden. En die zorgen ervoor dat mensen een band met Allah subhanahu wa ta'ala krijgen. Die zorgen ervoor dat jongeren hun band herstellen met Allah subhanahu wa ta'ala. En de jongeren die... Uh, die de jongeren af en toe komen, die herstellen tegelijkertijd ook hun band met een Jama'a, met de moskee, met de Dien. Want we hebben veel jongeren gezien, alhamdulillah, die, zich, uh, die, die compleet zijn veranderd. Echt waar jongeren die niet baden en uiteindelijk heel standvastig zijn, zijn in het verrichten van het gebed in de moskee, die de Koran hebben leren lezen. Uh, bij de Koranschool, waar Anna zometeen meteen meer over gaat vertellen, inshallah. En dan hebben we nog de evenementen, en daar kun je inshallah wat meer over vertellen. Yes, wat de events betreft. En dan zeg ik de microfoon alvast voor zometeen. Uh, wat de events betreft. Uh, we hebben meerdere soorten evenementen natuurlijk. Uh, nou, we hebben evenementen binnen de Magic, zoals de lezingen die we hebben. Uh, de workshops die we verzorgen, de lessen die we hier verzorgen. Daarnaast hebben we ook evenementen buiten de Magic natuurlijk. Uh, we, doen, we, we, we huren het zwembad af uh, voor In Broeders. We doen paintballen. Uh, we zijn naar de Ardennen geweest onlangs en vorig jaar zijn we er ook geweest. Dus. Uh, voetbaltoernooitjes. Dus je kunt het echt zo gek niet bedenken. En we doen uh, activiteiten binnen de perken van Halle natuurlijk. Voordat ik zo meteen je hebt niks van. dat weten ze we natuurlijk van ons. Nee, maar uh, we hebben heel veel activiteiten. En dat vergeet ik barbecue nog te benoemen, et cetera. Dus wat dat betreft. Dat weet ik allemaal niet, hè? Ja. <laughs> Met de barbecue. Ik hoor allemaal, <laughs> allemaal mooie dingen, zwemmen. Uh, barbecue. Alleen heeft erbij. De, u heeft de uitnodiging gekregen voor de Koranschool voor uh, lessen. Oké, maar zo. Nee, de volgende barbecue. Ja. U bent ja. van harte welkom. Ja. Zeker, in mm -hmm. zeker, zeker. Um, nee, en dit zijn evenementen die we voornamelijk verrichten om de jongeren natuurlijk ook een, het gevoel te geven dat er dingen zijn buiten alle, het van, actieve aanbieden van Allah, het praktiseren, die ook gewoon halal zijn om te doen. En die we gewoon als broeders samen kunnen doen. Dus eigenlijk een soort broederschap creëren, eenheid, sfeer laten proeven. Want we zien heel vaak dat mensen die het beginnen te praktiseren, of mensen die het beeld nog niet hebben van praktiseren, dat ze denken dat het enige wat je mag doen is naar de moskee gaan, in het so zitten en de Koran opentrekken. Maar het is gewoon veel breder dan dat. Een stukje broederschap, met z'n allen naar buiten gaan, sporten met elkaar, eten met elkaar, praten met elkaar, het is ook allemaal broederschap. Zeker. En het is ook heel erg drempelig om mensen te kunnen leiden richting de masjid. Mensen die nog die stap niet hebben durven nemen. Die kun je door middel van zo'n activiteit laten proeven van de sfeer. Je kunt met hem praten over de kennis die je, die je, die je beschikt. En Allah laten leren kennen door middel van mooie spraak. En misschien trek je diegene de volgende keer over de streep naar de masjid. Dus het zijn allemaal zaken waarover er is nagedacht uh, in het stukje evenementen. Uh, om daar niet te ver op voor te lopen, wil ik even verder gaan naar CNS. Die mag ons vertellen over ons uh, mooie project, de Koranschool. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, inderdaad, de Koranschool. Van de Dat dus is een uh, project, een initiatief dat een uh, jaar of zes geleden, even uit mijn hoofd, in 2018, is begonnen. Het was een initiatief van MIA, Moslemjongen Almelo, uh, Masjid Almelo en onze oeste Nasser. Hij is onze leraar uh, tevens van deze school. En um, alhamdulillah, dankzij de donateurs hebben we ook een, een eigen ruimte gekregen binnen de Masjid. Uh, beter gezegd, binnen het terrein van de Masjid, de Koranruimte. Voor de mensen die niet weten waar het zit, naast de fietsenstalling bij de mannen. Um, en ja, daarin worden elke week lesgeven, twee uur per week. Door onze oosted en andere Oested, S.I.A.B.L.E.L.E. Um, en subhanallah, het is echt, uh, als je kijkt wat je in zes jaar kan bereiken, eigenlijk vijf jaar, want we hebben één jaar geen les gehad. Uh, aan hoeveel Koran er is gememoriseerd in die vijf jaar, hoeveel broeders Koran hebben leren lezen. Iets wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar toch niet zo is, uh, hedendaags helaas. Dus uh, subhanallah, de donateurs hebben echt een, een grote bijdrage geleverd aan deze school. Alhamdulillah. En er is ook uh, nog mooier nieuws. We hebben natuurlijk ook een halfveel afgelopen jaar uh, in onze ja, in onze ja, omgeving ja, dus ja, Dat ja, is uh, prachtig nieuws, Alhamdulillah, ja. en dat we ja. daar zelf van heeft mogen zijn. En nog sterker nog, de mensen die hebben gedoneerd, dat jullie daar allemaal zelf van hebben mogen zijn, dat is iets heel groots. Het is, het is natuurlijk uh, uh, voor degene die Havid is geworden, mashallah, een, een, een mooie prestatie. Wat hij neergelegd heeft. Allah subhanahu wa Allah hem standvastigheid bidden en uh, daarvoor rijkelijk belonen. Amen. Um, maar ook voor ieder persoon die daar uh, bijdrage heeft geleverd, een, st een steun geuit heeft daarin, die krijgt die Hassanet in zijn boek van daden. Daarop zegt Rasulullah, من سنة من بها: Wie een goede handeling verricht, hij krijgt de beloning ervan. En iedere persoon die hij, hem daarin gevolgd heeft. Dus dat jij dat veroorzaakt hebt. Dus al deze studenten, die ieder letter van Koran lezen, en de Sallallahu Alaihi Wasallam zegt hè, uh, dat voor ieder, je tien, uh, voor ieder letter die je leest, krijg je tien hasanat. Hè, dus. Voor iedere letter dat je tien hassanat leest als lezen en degene die het mogelijk heeft gemaakt, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, krijgt die beloning ook. Dus ook al heb je de kans niet om les te krijgen, of investeer je dat andere kinderen gaan leren, iedere keer dat zij een letter lezen, ze krijgen tien hassanat, je krijgt ook een beloning daarvan. En helemaal als die persoon gehaald wordt. Dus dat is natuurlijk een heel hele, hele mooie, mooie streven om naar, naar te streven binnen die les. Zeker. En dat zijn ook de dingen die worden waargemaakt dus door de mensen thuis die doneren. Uh, we hebben het gehad over de jongerenavond die we hier hebben. Die dus ruimte biedt aan de jongeren om hier gewoon iedere vrijdagavond te zijn. Daarnaast, als er begeleiders door de week aanwezig zijn, kunnen we ook door de week gewoon zitten met de jongeren hier. Want je verantwoordelijkheid houdt niet op na de vrijdag. Maar je bent gewoon 24/7 eigenlijk actief voor de jongeren. Daarnaast de evenementen hebben we het over gehad, dat we de jongeren toch nog een, leuke, een, een, een leuk moment kunnen geven, vrijwel iedere maand. Of, of een moment van kennis, zoals we hebben gezegd, met de lezingen, uh, de workshops en de Koranschool natuurlijk, waarin gewoon een vaste groep iedere maandag aanwezig is, waar Oester de leiding neemt en uh, de lessen verzorgt. Waar gewoon mensen het belangrijkste leren wat de islam te bieden heeft, de Koran, de leidraad voor ons in principe. Dus... Jullie, jullie, doneen, jullie doen echt hele mooie zaken met de donaties die jullie hebben gedaan. Barakallah, mocht mogen, mogen Allah swt, daar alle voor belonen. En ik vraag jullie om nogmaals even een schepje erbovenop te gooien. Zodat we de da'wa naar nog een hoger niveau kunnen tillen. Want we willen natuurlijk nog mooiere stappen gaan nemen die we al hebben genomen. We zien ook dat de, 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 de omgeving groeit ook gewoon. We hebben steeds meer jongeren die komen. Het wordt steeds interessanter voor mensen. Zelfde. En het wordt ook gewoon te klein op een gegeven moment. We willen ook echt mooie stappen ondernemen. Dus voor iedereen die kijkt... De, de dingen die jullie hebben gehoord, het filmpje dat jullie hebben gezien. Als jullie onze social media bekijken, zien jullie wat we allemaal doen en wat we hebben gedaan. En daarvoor vragen we jullie om ons nog meer bij te staan, om het nog groter te maken. Even de tussenstand tussendoor. Ik vroeg jullie net toen we 950 euro hadden om naar de 1000 te gaan. We hebben nu 1230 euro. Dus alhamdulillah. De teller blijft doorlopen. Barakallahu fikum. Zometeen gaan we even een momentje voor het doa doen. Maar ik heb je nog helemaal niet voorgesteld. Voor de, voor de mensen die jullie nog niet kennen. Dus we gaan even een, uh, een korte intro doen. Over Usted. Uh, nou, wij willen natuurlijk Usted Nasser zitten. Usted Nasser is inmiddels, al, is inmiddels al niet meer weg te denken uit Almelo. Dus uh, ik zie u gewoon als de imam van de gemeenschap, omdat we het nog geen hebben. Wat dat betreft, geloof ik, voor alles wat u voor ons doet. Um, ja, op het begin kende u eigenlijk alleen maar van de Godbad die u aan ons gaf. Dat is ook alweer jarenlang. Dus uh, iedere vrijdag gaf u, uh, kwam u de goedbadje geven. En uh, nee, naarmate de jaren voor was u betrokken bij onze lezingen, bij de workshops die wij gaven voor de jongeren, uh, geeft u, uh, de Koranles heeft u gegeven, dus we hebben u steeds meer aan uw kleren getrokken door de jaren heen. En voordat u het wist, uh, was u bijna inwoner van Almelo. Ja, ik vond me ook bijna inwoner. <laughs> <laughs> wat dat betreft, zien we zien u heel vaak, alhamdulillah, ja. daar zijn ja, we ja. heel blij mee. Verker, uh, heel en daarnaast natuurlijk, los van alles wat ik nu heb benoemd, CNS weet er natuurlijk ook van, Osset, uh, voor de scouts vroeger die niet hebben opgelet, Jullie hebben heel veel spijt eigenlijk moeten jullie hebben, want Oosted is ook een hele goede voetbalweer heb ik begrepen. Los van het stukje. het stukje wat hij voor ons betekent hier. En ik heb ook een uitdaging gehoord, dus wij gaan nog een voetbalwedstrijdje spelen tegen team. Dus wat dat betreft NS, jij hebt die verantwoordelijkheid om het te regelen met Oosted. Misschien gaan we daar ook een benefit van maken. Gaan we dat live uitzenden en kijken of ze willen doneren. We zenden dat alleen live als ik win. Als ik verlies niet Dan we Dat komt helemaal goed. Nee, waar ik het Ik stel even een vraagje voor u, ja, om even uh, gelijk het belang van, uh, van sadaqa duidelijk te maken. Kunt u misschien de, de belang van sadaqa duidelijk maken en de beloning ook die voor sadaqa staat? Ja. Voor, het, uh, voor het geven aan het goede doel. Ja. Um, eigenlijk uh, het woord geven wij aan Allah subhanahu wa ta'ala. Die heeft het belang van sadaqa eigenlijk uh, ons in de Koran geopenbaard. Hij heeft ons in de Koran zo vaak aangespoord en aangemoedigd om sadaqah te geven. Er zijn zoveel talloze, talloze uh, verzen waarin Allah subhanahu wa ons stimuleert. En het bijzondere is wanneer Allah praat over sadaqah, hij herinnert ons eerst aan de afkomst van datgene waaruit jij sadaqah wilt geven. Allah subhanahu wa zegt, en geef uit van datgene wat wij jullie hebben voorzien zodat je snapt eerst dat de voorziening die je hebt is niet van jou. Het is wat van jou, gekregen door Allah subhanahu wa dat je weet dat ook Allah het jou gegeven heeft. Het is niet denk zij jouw inzet, of jouw plannen maken, of jouw sluwheid, of jouw intelligentie. Nee, het is een voorziening van Allah subhanahu wa die jou gegeven heeft. Dit wordt natuurlijk ondersteund door Hadith van Rasul, waarin hij ons vertelt dat wanneer een kind in de 120 dagen en de buik van zijn moeder Allah stuurt, een engel. en voor hem wordt hij geschreven, zijn rest wordt vastgesteld, wanneer wordt hij geboren. hem zei: het is een goede persoon of niet een goede persoon. wordt allemaal vastgesteld. Dan vragen mensen soms: ja, maar als het vastgesteld is, dat heeft geen invloed. Nee, Allah heeft kennis van wat geweest is en wat zal komen. Want is jij hebt wel invloed op jouw leven, maar Allah weet wat voor keuze je maakt. Dus jouw rizq is als vastgesteld. Daarom Allah subhanahu wa taala zegt: Wa'anfiku min ma rizqada min qabli an yatiya ahdakum al maut. Ah, ah en andere versen. Wa'anfiku min ma rizqada uh, 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 een meerdere keer in de Koran, omdat te benadrukken. Rizq Allah. De voorziener van Allah, hij heeft jou gegeven. Dus geef uit van datgene wat hij jou heeft gegeven. En niet bang zijn dat jouw voorziening verminderd wordt. Want zoals hij jou de eerste keer heeft voorzien, hij zal je ook voorzien nadat je hebt uitgegeven omwille van Hem. Wa dus de afkomst van jouw risico, van jouw voorziening waar jij Sadaka uitgeeft, is van Allah, subhanahu wa afkomstig. En Allah, subhanahu wa taala, vertelt ons waarom wij Sadaka moeten geven. En hij zegt tegen Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam: Neem van hun gelden, van de voorziening van Allah, om hen te zegenen eerst. Wat is zegenen? Toezekihim. Wat toezekihim is te zorgen dat zij verzuiverd worden. Dat dat geld haar, haar bestaansrecht krijgt, namelijk dat je het recht ervan geeft waardoor je de rest recht op hebt. Dat je recht nakomt van, de, van, van het cadeau van Allah, van de gift van Allah, van de, van de gunsten van Allah. En als je dat noemt, heb je dat recht. Zegen is ook vermeerderen. Dus wanneer je wilt dat jouw voorziening vermeerder wordt, moet je ervan uitgeven. En Allah subhanahu wa ta'ala zal het vermeerderen. Je hebt het idee altijd, ik heb tien, ik geef twee weg. Dan is mijn voorziening verminderd met twee. Maar Allah zegt nee. Jij vermindert jouw voorziening met twee, maar eigenlijk wanneer het omwille van Allah is, je vermeerdert het. Want Allah vult dat niet alleen maar aan, maar zegent dat het nog groter was dan het is. Spannend. Dat is wat u ta hum biha humbiha, betekent reinigt jouw geld, herreinigt jouw voorziening. Hij reinigt jou van zonde, hij reinigt jouw voorziening van datgene wat tekort aan is zorgt dat dat halal is, dat dat gezegend is, dat daar tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is waarom wij die sadaqa moeten geven. Wat is de doel van sadaqa? Dan komt, wat is de beloning van sadaqa? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in één vers, en hij zegt, jullie zullen het goede niet bereiken. Totdat jullie uitgeven van datgene waar jullie van houden. Wij weten natuurlijk, wij zijn gek op ons bezit. Onze voorzieningen dat we hebben. Maar ook datgene waar je het meeste van houdt. Als je daarvan weggeeft omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zal je het goede laten bereiken. En wat je maar ook uitgeeft omwille van Allah, Allah is van de... الله سبحانه وتعالى قال لك يا رسول صلى الله سبحانه وتعالى: لس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله سبحانه وتعالى قال لك رسول صلى الله سبحانه وتعالى: The lighting from men is not in your hand. En wat jullie maar aan het goede uitgeven omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, het is voor jullie. Jij wordt ervan beloond. Jij bent degene die daarvan profiteert bij in subhanahu wa ta'ala. En wat jullie maar uitgeven, het moet omwille van het aanzicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Het moet zuiver zijn omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Want je doet het omwille van Allah en je moet het omwille van Allah doen. En wat je ook aan het goede uitgeeft, Allah subhanahu wa ta'ala zal je compenseren.

En miskin is die straatarm. Het verschil tussen fakir en miskin. de ene bezit niet eens het eten voor één dag. En de andere bezit niet voor een wat langere periode. Dus ze zijn behoeftig, ze zijn arm. Dan kun je denken aan iemand die bijvoorbeeld niet zijn rekening kan betalen. Niet rond kan komen. Of hij kan wel eten en drinken, maar hij kan niet andere behoeften zien voorzien. Dan Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt... degene die dus zeg, de sadakaat verzamelen... ...zodat het juist terechtkomt in verdelen. Hun loon mag betaald worden van de sadakaat. ...dat hebben we niet in deze tijd. Dat was een tijd van so Rasulullah... Uh, ...werden de kuffaar ook Sadaka ...om hen uh, uh, te stimuleren tot de islam... Ha, ...en hen uh, uh, dicht bij de islam te houden... En, uh, om hun da'wa te doen. Dat was in de tijd dat de islam... Uh, nog niet zo sterk en niet zo... een grote uh, aantallen als nu. Dat is alhamdulillah in deze tijd niet nodig. Wat voor om slaven vrij te kopen. Want de islam is een religie... die de slavernij... Uh, 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 op een hele subtiele manier... Uh, heeft doen... Uh, 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 stoppen... en stimuleerde dat de sadakaat... die konden ook mensen vrij kopen... om hun vrijheid daarin te schenken en degene die schulden hebben en kunnen hun schulden niet betalen, die mogen ook van de sadaqa. En visabilillah. sabil. Ibn sabil is iemand die reiziger is en hij komt in geldnood en hij, ook al is hij rijk in zijn eigen land, maar daar op het plek waar hij op reis is en hij heeft mag je bijstaan. Maar visabilillah, dat treft alles wat te maken heeft met visabilillah. Een school, activiteiten voor de umma. Alles, uh, 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 de moskee, het huis van Allah, om uh, um kennis toegankelijk te maken. Hè? Kennis van de islam toegankelijk te maken. Is, uh, uh, koran memorisatie, een koran leren lezen, een koran leren reciteren, uh, uh, een koran begrijpen. Hè? Dit zijn allemaal zaken die allemaal vallen onder visabiliteit. Een waterput bouwen voor mensen waar, uh, uh, waar, uh, waar water uh, uh, schaarste is. En er is behoefte aan water. Dat alles wat je doet omwille van... Nou, omwille van Allah, waar anderen van profiteren. Dit valt hier ook onder. Het bijzondere is van dit, en dat wil ik wel even benoemen. Als ik, eh, ik praat misschien even wat lang, maar ik, ik wil dit even benoemen. Dit initiatief wat wij hier hebben. Waarom is dit nou belangrijk? Want het is, moskee is nogmaals zoals broeder Badr, je zou het hebben gezegd. Het is niet alleen maar een gebedplek eh, waar wij bijeenkomen voor vijf salawat, en voor een en voor salat al-jumwa, en dat is het. En waarom moeten we activiteiten creëren ook buiten de moskee? Waarom? Want Rasul sallallahu alayhi heeft ons opgedragen een gemeenschap te leven. Een gemeenschap te creëren die betrokken met elkaar, waarin de verbroedering, de versustering zo sterk is, dat, omdat het niet toegestaan is voor ons om geïsoleerd te leven. We dienen, waarom? Omdat als je geïsoleerd leeft, dan val je makkelijker ten prooi voor shaitaan. Maar wanneer je in een gemeenschap je bent beschermd, de Satan kan je niet aanvallen. En je hebt elkaar om te stimuleren op je juiste pad te blijven. En dat is het doel. Dit is waarom wij activiteiten creëren voor, voor, voor jongeren en ouderen. Om te zorgen dat zij betrokken blijven met de gemeenschap. Betrokken zijn met de moskee. Altijd de weg naar de moskee makkelijk is. De, wacht, de weg naar kennis om je, en, en, en de plek waar jij je, je imam kan doen versterken. Blijven vergemakkelijken. Dat die drempel, zoals de broeder uh, uh, Mehdi ook zou lachen, heeft gezegd, laagdrempelig is, dat makkelijk is om naar een moskee te stappen. En op het moment dat, je dat die drempel zo laag is, dan is ook uh, de drempel naar aanbieding, naar kennis vergaren, naar Koran leren, naar een bijdrage leveren aan de, uh, uh, aan de gemeenschap, wat ook belangrijk is, laagdrempelig. En dat is de bedoeling. Dit is waarom jullie steun in sadaka, in bijdrage, zo essentieel belangrijk is, want je bouwt een, een gemeenschap. Een sterk gemeenschap, een gefundeerd gemeenschap, een gelovig gemeenschap, een versterkt gemeenschap waarin uh, de behoeften van, van de gemeenschap daarin gediend worden en geholpen worden. Een persoon die hulp nodig heeft, die leiding nodig heeft, die steun nodig heeft, die een luisterend oor nodig heeft, die kennis nodig heeft, dat dat voorzien wordt door de gemeenschap. En dat kan niet zonder jullie bijdrage, dat kan niet zonder jullie steun. En helemaal, we leven deze laatste dagen van Ramadan. De laatste tien dagen van Ramadan. Waarin de sadaka uh, enorm wordt beloond. Uh, ongekend. En Rasul Sallallahu Alaihi zegt in een hadith: En dan geef ik je uh, even het woord. Hij zegt: Uittakum uh, Shahru Ramadan. De maand Ramadan is aangebroken. Shahrun Mubarak. Een gezegende maand. Waarom zegt Rasul Sallallahu ala Mubarak, Mubarak? De zegeningen van Allah dalen. En alles wat je doet omwille van Allah. Aan goede handelingen worden gezegend. Dus die woorden die zegeningen betekent. Er komt een baraka in jouw voorziening. In jouw gezondheid. In jouw imaan. In jouw overtuiging. In jouw omgang. In jouw akhlaq. In, uh, in al jouw zaken zegening. Dus ook in jouw sadaka wordt het gezegend. Normaal wordt het beloond met een vermenigvuldiging die laag is. Maar in ramadan is het nog vele malen hoog. En de laatste tien dagen nog vele malen hoger. Ja. Daarom Allah SWT, Toe fattahoe fihi abu al-jannah, wa tohlaqu fihi abu De nah. poorten van het paradijs gaan open, de poorten van de hel worden gesloten. Wa tohallu fihi baradatu in de grote in worden gekeken, vastgeketend, zodat een persoon makkelijker zijn uit kan verrichten, zonder het stoorzender van shaitan die je probeert daarvan af te houden. Maar dan komt het. Fihalele tun gai um min alfisa. Deze, deze maand bevat een nacht die beter dan duizend maanden. Wie ontnomen wordt het goede van die nacht, hij is daadwerkelijk alles ontnomen, alles kwijtgeraakt. En wij zijn op zoek naar die nacht. Wij zijn op zoek dat wij een aanbieding verrichten in die nacht. Dat wij dua doen in die nacht, want dua wordt verhoord. Maar Sadaka stimuleert. En geeft Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaat Allah jou die nacht schenken als beloning voor jouw sadaka, voor jouw vrijgevigheid, dat je erkent dat deze voorziening is van Allah. En je geeft omwille van Allah aan degenen die het nodig hebben en die iets kunnen betekenen voor het dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waar ik geloof ik, Oosted. Waar ik. Dus het antwoord op de vraag waarom, uh, wat de beloning is van sadaka en wat het belang is van sadaka, hebben jullie hier heel uitgebreid gekregen van Oosted. Waar ik ik. Ik hoop dat je dit jullie heeft aangezet om, 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 om ook daadwerkelijk te doneren, om het besef te krijgen. En als je dat niet doet of al hebt gedaan, deel het ook met de mensen om je heen. Gun ze deze prachtige kans in de laatste tien dagen van de Ramadan om te kunnen doneren. Dus deel het met je broeders, deel het met je zusters, je kennissen, je naasten, met iedereen die je in je omgeving hebt. Laat zoveel mogelijk mensen hierin komen, deel de, deel de link met ze en geef ze ook de kans om te kunnen doneren. Want het is een kans. Het is een kans die je krijgt om te doneren van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je die kans neemt. Dan vraag ik Allah om je ook te belonen voor de intentie. Als je die kans laat liggen, mag Allah je ook belonen. Bij je, dus voor je iemand anders hebt gedoneerd. Mocht Allah iedereen belonen voor de moeite, voor de intentie die ze eraan die ze koppelen. We hebben ook een paar berichtjes gekregen, die ga ik even delen ondertussen. Nou, een berichtje: Mogen Allah jullie belonen? Allah me ameen, fik. Mogen Allah het gemakkelijk maken voor broeders en zusters die kennis willen opdoen? Ameen, barakullah fik, hele mooie dua. Mogen Allah ons alle voorzien van kennis? Ja, dat bezit niet helemaal. En mogen Allah jullie zegenen, barakalahu fik. Uh, tussenstand, we hebben nu 1860 euro. Alhamdulillah. Dus de teller loopt door, barakalahu fikum. Daarom vraag ik jullie om te blijven doneren, blijven delen. En we hebben nog een uh, mooi nieuwtje gekregen. We hebben natuurlijk weer onze standaard uh, contantpot, die komt nu op tafel. En er is een contante uh, donatie gedaan van 800 euro. Dus er is een contante donatie gedaan van 800 euro, barakalahu fik. mocht Allah ta'ala degene maar rijkelijk beloon die het heeft gegeven. En daarnaast mogen Allah subhanallah ook degene belonen die kleine bedragen hebben gegeven. Want één ding, dit heb ik vorig jaar ook gezegd, of twee jaar terug heb ik het ook gezegd in de, in, in de live. Wat heel belangrijk is, het is naar gelangen je vermogen. Stel je voor dat iemand zes euro heeft en diegene doneert drie euro, dat is gewoon de helft van je vermogen. Dus Allah subhanallah die beloont naar gelangen, gelangen de intentie en gelangen wat jij kunt geven. Als iemand miljonair is en die geeft 800 euro is dat natuurlijk relatief wat kleiner. Dus wat je ook geeft, al is het een euro, twee, drie, vijftig cent, het maakt niet uit. Alles is welkom. Alles is welkom en alles zal goed gebruikt worden bij Idnilah. Dus voor iedereen die heeft gedoneerd, barakallahu fikum. Uh, usted, degene die deze donatie heeft gedaan, heeft ook gevraagd om een dua. Die wil ik u vragen om te doen, inshallah. Uh, dua voor zijn gezin, voor leiding en voor Palestina. Inshallah. كنت الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذا الأخ الكريم هذه الصدقة اللهم اجعلها في ميزان حسناته اللهم اغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه اللهم أصلح ذريته اللهم أصلح ذويه اللهم بارك له في أهله اللهم يا ربي أدم المعشرة والمودة بينهم تغاء مرضاتك مم. اللهم احفظهم من كل عين حاسد ومن كل شيطان مارد اللهم يا ربي أخرج من نسله ما يرضاه يا أرحم الراحمين اللهم <سؤال> خرج من نسله حملة القرآن الكريم <سؤال> اللهم اهدي أولاده صراطك المستقيم اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مخله الله سبحانه وتعالى ديز برودر ديز سون رايك لك بلونة مخ الله سبحانه وتعالى سن أمبدين أنفاردة مخ الله سبحانه وتعالى سن في فرخيفة ما الله سبحانه وتعالى سن خزين زيخنة مخ الله سبحانه وتعالى دباند تشوهن فستركة مخ الله سبحانه وتعالى سن ناخص لخت groeien. Mag Allah Subhanahu wa Ta'ala hem tevreden zijn over zijn nageslacht en de band met zijn partner versterken en de liefde tussen hun behouden en dat ze lang en gelukkig met elkaar leven in tevredenheid van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Allah man sorry Ta'ala. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah اللهم <سؤال> عاف مبتلاهم اللهم <سؤال> فرج كربهم اللهم <سؤال> ارحم شهداءهم اللهم <سؤال> يا ربي اللهم <سؤال> اصلح احوالهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ربي كن ب, بالظالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين منهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين منهم يا أرحم الراحمين واطعم الجائعين منهم يا أرحم الراحمين واكسو العارين منهم يا أرحم الراحمين مخ الله سبحانه وتعالى انزل بردس سيسترس باستان الله سبحانه وتعالى هندون أوفر فينا مخ الله سبحانه وتعالى هم فايل خنكة مخ الله سبحانه وتعالى هم فايل مخ الله سبحانه وتعالى دخين die beproefd worden, bijstaan, ja Allah mocht ja. Allah de zieken van hun genezen mocht ja. Allah subhanahu wa ta'ala hun martelaar barmhartig en genadig zijn ja arhamarrahmin ja. Allahumma ya Rabbi, wij smeken u ja Allah subhanahu wa ta'ala door onrechtvaarders al ...aan te pakken, ja Allah subhanahu wa ta'ala. U bent in staat ze aan te pakken. Ja Allah, pak ze aan. Ja, arhamarrahmin. Ja, ja, Rabbi, help. De, 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 de zwakkelingen. Degene die onrecht is aangedaan. Ja, arhamarrahmin. Salaam ala seena muhammadina wa ala ahli wa sahbihi wa shaykh. Salaam um, ala seena Even kijken. We hebben voor nu de tussenstand weer doorgekregen. Uh, we hebben inmiddels uh, 1915 euro... Dus wie is er strijder en tikt hem aan naar de 2000? Wie gaat die 85 euro nu overmaken en tikt hem gelijk naar de 2000? Van de 2000 gaan we namelijk een nieuwe challenge inleiden. Dus wie tikt nu die 85 euro, aan zodat we naar de 2000 euro gaan? Dus dan kunnen we de nieuwe challenge inleiden. Marke Lofik, voor jullie de is allemaal nogmaals. Oh, dat was heel snel. 2000 is bereikt. <laughs> Degene die uh... ik ga vaker volgens mij zulke dingen beroepen. die doen aan? Voor de douane, uw is zeker, geloof. volgens mij, ze ja, ja, denken nu: van ik wil ook ja, ja. dit doen. <laughs> Dankzij Allah, ik, ik heb niks gedaan. Wat <laughs> <laughs> ik geloof ik, waar ik geloof ik. ik. Mocht Allah het accepteren van jullie. En broeders en zusters, ik ga maar even op één ding: intentie. Zuiver jullie intentie voordat jullie deze, deze sada gaan geven. Doe het alleen omwille van Allah. Koppel er geen enkele andere intentie aan vast. Want doe je dat, zou het heel zonde zijn. Dan geef je gewoon je hele beloning weg. Heb je en je geld weggeven en je beloning. Kun je net zo goed het geld houden. Dus bij deze, doe de intentie dat enkel en alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala is. En doe dan pas de donatie. Mocht Allah het van ons allen accepteren. Ons allen het goede schenken. Ons leiderschap dat stand vast te houden. Barakallahu fikum. Uh, eens even kijken. Uh, <coughs> er is een nieuwe doa binnengekomen dat. Uh, graag, <coughs> graag een dua voor mijn overleden neef. En mijn ouders.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم يا ربي ارزق أهله الصبر والسلوان اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين اللهم يا ربي الحقنا به مسلمين يا ودود يا كريم En uh, degene die deze sadaka heeft gedaan. En mocht Allah subhanahu wa ta'ala deze Sadaka van jou aanvaarden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala jouw rechterwijs daarmee doen verzwaren. Amen. Mag Allah subhanahu wa ta'ala jouw goede handelingen aanvaarden. En jou rijkelijk belonen. Allahumma ameen. Amen. Nog één door. Ik heb een privébericht gekregen van een uh, broertje van ons. Ja, U houdt van hem, dat weet ik. Ja. Uh, kan Ustad voor mij een dua doen en mijn hele familie? Ik heb via mijn moeder 50 euro sadaqa gedaan. Allahu akbar. الله اكبر مخ الله سبحانه وتعالى يا صدق انفارد امين الله سبحانه وتعالى يا فرمدون ابخرويا مخ الله سبحانه وتعالى قران من يا فيا الله سبحانه وتعالى يا اودست فريدا أو زين Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw band met jouw ouders altijd sterk houden. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala van jou houden en van jouw ouders houden. Zoals zij zorgen dat je mashallah actief bent. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hun rijkelijk belonen en geduld met jou schenken. Allah <laughs> maakt <laughs> <laughs> ik, love, ik Wat is de tussenstap? Wat naar nou de challenge gaat? Wat hebben we nu? 2010, 2010 euro. Er is een nieuwe challenge ingeleid, wij willen namelijk uh, kijken hoe snel we die volgende duizend kunnen bereiken. En daarbij hebben we die duizend we in 10 delen gehakt, dus 10 keer 100 euro. We hebben voor nu, voor de komende tijd, even 10 strijders nodig, 10 strijderinnen, maakt niet uit. 10 personen die 100 euro doneren. Dan tikken we namelijk de 3000 euro aan Dan zijn we gewoon al bijna op de helft broeders en zusters. En het gaat heel snel, dus voor degenen die kijken. Nogmaals, deel het met je omgeving. Laat zoveel mogelijk mensen deze live sessie joinen. Want we gaan zometeen ook beginnen met het stukje kennisoverdracht, over het stukje ambitie. Dus alleen daarvoor is het al heel belangrijk, deel het nu met de mensen. Dan gaan we zometeen beginnen met het stukje met de lezing over ambitie. We gaan vragen stellen het wat het belang is van ambitie, wat we kunnen doen om ambitieus te zijn en wat wij als MBA kunnen doen voor de mensen die komen om een bepaalde ambitie voor zichzelf te krijgen en dat te vervullen. Maar nogmaals, volgende challenge, 10 keer 100 euro. Dus voor iedereen die kijkt, 10 keer 100 euro, dat tikken we 3000 euro aan inshallah. Nee. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala laten waarmaken. Uh, Ustad, we gaan door. Mag ik iets even tussendoor? Ja, tuurlijk. Kijk, als je al sadaka hebt gedaan, moet je niet denken van, ik, ik heb mijn taak volbracht. Nee, nee, nee. nee, Want we hebben het hadith aangehaald. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruha man amila biha. Dit is onze challenge. De challenge nu, hoeveel mensen kan ik stimuleren vandaag om sadaka te doen? Zodat zij niet de kans mislopen die ik niet ben misgelopen. Want je hebt sadaqa gedaan. Je hebt gehoor gegeven aan de oproep van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqo, dat heb je gedaan. En de Rasul sallallahu alayhi wasallam zegt tegen uh, uh, Mu'ad bin Jabal. Zal ik jou uh, 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 berichten over de poorten van het goede hij zegt, belay ya Rasulullah. Bella, ya Nabi Allah. Hij zegt, Zeker, ik wil dat weten. Ik, ik wil weten wat, 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 wat zijn de poorten van het goede hè, die mij de tevredenheid van Allah hebben. Hij zegt, Het vaste is bescherming. tutfi'u kama ma'u Hij zegt, De salakat dooft de woede van Allah. Zoals het water het vuur dooft. Maar waarom woede van Allah? Kijk, wanneer wij zondigen. Wij maken fouten, we maken overtredingen, we zijn zwak. Allah vindt dat niet leuk van ons. Allah kan boos worden om bepaalde uh, uh, overtredingen die wij begaan. Vooral wanneer wij weten het is fout en toch doe je het. Uh, om die woede van Allah te doven, Rasulullah sallallahu alayhi wa zegt: geef een sadaka, en Allah blijft niet boos om jou. Dus nu heb je gedaan. Nu weet je van hé, hey, oké, okay, ik heb Allah blij gemaakt. Maar uh, Rasulullah sallallahu alayhi wa zegt. Niemand is zijn iman compleet doordat je wenst voor je broeder of zuster wat je voor jezelf wenst. Nu heb jij voor jezelf gewenst dat Allah blij is met jou, dat je rakelijk beloond wordt, omdat je sadaqa hebt, maar wens het ook voor een ander. Maar hoe moet ik dat doen? Bel jouw vrienden, app jouw vrienden, jouw kennissen. En zeg, hey, luister, er is een mogelijkheid om sadaqa te, te verdienen, want daar hebben ze onze hulp nodig. Kom! Attendeer ze daarop. Als hij daardoor door jouw inzet in moeite en ja, herinnering sadaka geeft, dan heb je geprofiteerd van jouw sadaka en je hebt geprofiteerd van zijn sadaka, omdat jij oorzaak bent geweest voor zijn sadaka. En hoe meer mensen, hoe meer je oorzaak bent, hoe meer beloning je binnenkrijgt. En zo moet je denken, inshallah. Dus onze challenge: heb je sadaka gedaan? Masha'Allah, mag Allah je rijkelijk belonen en van jou aanvaarden. En blij met jou zijn en niet boos op jou zijn. En jouw zonden vergeven. En ja. nu, zorg dat anderen dat ook doen, wie het Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat jij ook extra beloning krijgt, wie het Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een mooie challenge, denk ja, ik. Dat he? is een hele mooie challenge. hebben we allemaal nodig, wie het in subhanahu wa Dus iedereen, de challenge nu even concreet. Ik vond het een hele mooie, hoestel dat het me daar heeft gestopt. Iedereen die heeft gedoneerd en die nog kijkt. De challenge voor jullie is deel het met mensen. Dus voor iedereen die heeft gedoneerd, jullie taak zit er nog niet op. Heb je gedoneerd, deel het met zoveel mogelijk mensen in je lijst. Laat ze zien waar we mee bezig zijn. Laat ze nu instappen en laat ze de donaties uh, verrichten, inshallah. Maar ik loof Kan ik mooi twee bruggen slaan wat de ambitie betreft? Want we willen het, het over ambitie hebben, inshallah. Dit is sowieso een hele mooie ambitie voor de mensen die al hebben gedoneerd. De ambitieuze mensen zijn nog niet klaar. Die denken van ik heb gedoneerd, oké, okay, ik heb mijn sadda gedaan, maar. Ik kan mensen aansporen om nog meer te doneren, dus mijn beloning stopt hier niet, maar die gaat nog door met hun, met hun donatie, inshallah. De tweede brug die we gaan slaan met ambitie natuurlijk, is dat we naar het onderwerp gaan nu, dat we daarmee gaan starten. Uh, heb ik voor u een allereerste vraag? Waarom moet een moslim eigenlijk ambitieus zijn? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen en heeft ons een doel gegeven. En Allah ta'ala heeft ons uh, alles wat wij nodig hebben om dat doel te verwezenlijken in het leven geschonken. En aangelegd. Mm -hmm. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons daarnaast verteld. Want als je streeft naar dat doel wat de beloning is. Dus Allah wa ta'ala wanneer hij ons aanspreekt in de Koran. Hij vertelt ons over de beloningen. Over het paradijs. ten eerste. Dat, dat het paradijs bestaat uit niveaus. En hoe beter je doet, hoe hoger je komt. En De hoogste van het paradijs is de Verduis al-Ala. Dat is de, de hoogste plek in het paradijs. En dichtstbij bij de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. En de mensen van, het, van de die zien Allah subhanahu wa ta'ala vaker dan wie dan ook. Dus Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons dit, zodat wij gestimuleerd raken om hoger niveau naar te streven. Daarom bestaan die gradaties in het paradijs. Zodat wij, er is dus een lager gedeelte van het paradijs, een midden gedeelte van het paradijs, de hoogste paradijs. Maar ook in ieder zit gradaties. Zodat wij streven naar hoger op. Dat je zo hoog mogelijk terechtkomt. En dat kan verschillen per persoon. Eén heeft maar de inzet om hier te komen. En de ander hier. Maar hoe hoger je de lat legt, hoe hoger je komt. En Allah wil ons stimuleren met elkaar te concurreren. Daarom zegt hij in de Koran, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِزُونَ Hij praat Allah subhanahu wa ta'ala en het concurreren met elkaar in het goede, zodat jij meer beloningen krijgt. Maar ook wat bijzonder is. Rasulullah vertelt ons. Eerst Allah zegt, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ Dit is de beloning. Hij zegt, als je een handeling krijgt, een goede handeling krijgt... ik krijg niet één hesem... maar het wordt eenvoudig verpild. Wanneer Allah ons aanspreekt met sadaqah... Allah subhanahu wa ta'ala vertelt... geeft ons de vermenigvuldigingsfactor. Waarom? Zodat wij concurreren met elkaar. Want degene die 10 euro weggeeft... is niet degene die 100 euro weggeeft. En degene die 1000 euro weggeeft... is niet degene die 500 euro weggeeft. Dus hoe hoger je geeft... hoe hoger de beloning. Maar... De percentage speelt ook een rol. Want degene die 100% geeft, is niet hetzelfde als degene die 50% geeft. En het voorbeeld daarvan had Broeder Badr al aangegeven. Kijk, als ik in alles wat ik bezit is 6 euro en ik geef 6 euro weg, is 100%. Die is van hoger waarde als ik 1000 euro geef en ik heb 1 biljoen. Of 1 miljard. Dat is. Dus 1% is niet 100%. En 50%. En daar kijkt Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom zegt Allah in de Koran, la nu, la nu illa en nefs wordt niet belast meer dan zij aan kan. Dus dat is afhankelijk van gradaties. Wanneer Allah praat over sadaqa hij zegt, is het voorbeeld van diegenen die van hun geld weggeven om van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen om het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het habetin, Zijn net als een zaadkorreltje waaruit zeven maiskorrels voortkomen. Je plant een korreltje en dan komt een maïsding uh, met zeven maiskorrels. Ieder bevat honderd korreltjes. Hoeveel hebben we nu? 700. 700. Dit is niet de hasanaat. Dit is de vermenigvuldigingsfactor. Waarom? Wat is deli? Wallahuidaai voor die manier zijn. En Allah vermenigvuldigt he, voor meer. He, hij verdubbelt voor wie hij wil. Hoger dan dat. We weten al dat hasanaat is tienvoudig. Maar nu weten we dat sadaqah niet alleen maar tienvoudig, maar 700 maal of zevenhonderdvoudig tot vele malen meer. Waarom doet Allah dit? Dit is juist een stimulans om hoger op te komen. Een mooi verhaal hierover is Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu wa wa rahmahu Allah. We weten een van de geweldigste khalifas van de moslim khalifas in de geschiedenis. Hij zegt inna li nafsan tawaqa Hij zegt ik heb een nafs tawaqa. Tawaka betekent een ambitieus nafs heb ik. Kullama hakkaqtu shay'an Ilaha. Dus iedere keer dat ik iets bereik in mijn leven. dan die nefs van mij. is ambitieus om iets hoger te. Hij zei: Ik wilde trouwen. En hij gaf een voorbeeld. Ik wilde trouwen. En ik trouwde met Fatima bint Abdel malik ibn Marwan. al-Malik ibn Marwan was een khalifa van Dawd al-Amawiyah. Dat was, de, was een kwart van de wereld in bezit van de moslimrijk. Hij zei: Ik wilde trouwen, maar ik wilde niet zomaar met iemand trouwen. En hij trouwde met de dochter van de Khalifa. Van, 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 kun je vergelijken, een keizer, dat is groter dan koning. Hij zei. En daarna was, wilde ik een een, een, hoge, een, een positie. Hij zei, werd ik een imam gesteld. Een imam uh, uh, als uh, 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 een, een gouverneur. Hij zei, nou, daarna, toen ik dat bereikt heb, wilde ik een hoger niveau. Dat was de Khalifa van de Umma. En hij werd de Khalifa van de Moslimie. En hij zei daarna: Mijn nefs was nog meer ambitieus. En er was geen hogere positie op aarde dan de Galieven. Dus mijn nefs begeerde het paradijs. Zie hoe die ambitie werkt. En het mooiste van ambitie: je moet ambitie hebben in dien ten eerste. Je moet nooit tevreden met jezelf zijn. Van ja, ik heb vijf gebeden, gebeden, gebeden is genoeg. Nee, nee. ik heb vandaag 19 rakaten, morgen 20. Waarom? Wanneer je dat doet, hoe hoger je je ambitie zet, hoe hoger je beloning wordt, hoe meer je in rang stijgt. En Allah stimuleert dat. Daarom bijvoorbeeld, ook in het gebed, als je thuis bidt, is het niet hetzelfde als in de moskee. Als Allah hem zegt, 25 maal of 27 of 29 gradaties. Waarom doet Allah Shannew dit? Ja. Alhamdulillah. 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 Corona, wees niet waar. <laughs> He, Hoor Het seizoen is begonnen, dus uh, <laughs> ja, maar in ieder geval, Allah dit stimuleert ons. Want naar moskee komen krijg je een hogere beloning, maar ook hoge gradatie bij Allah. En, en dit is waarom wij ambitieus moeten zijn. Die ambitie voor dunia, velen van ons hebben dat. Waarom? Dat wordt altijd gerelateerd aan inkomen in status. Iedereen wil belangrijk zijn. Maar je wil niet zomaar belangrijk zijn. Want als belangrijk zijn niks verdient, niemand wil belangrijk worden. We willen belangrijk worden, omdat wij gestimuleerd worden door de inkomsten die met zich meebrengt en de luxueus leven die daar aangeboden wordt. Maar dit leven is beperkt. De werkelijke degene die slim is, die is slim, die denkt: ja, maar ik wil permanent rijk zijn. En die is alleen maar in tevredenheid van Allah te vinden. Dat. Zometeen, meteen, alvast een vraag, kunt u zometeen nadat we de duas hebben gedaan beantwoorden. Moet ik er eens over nadenken. Hoe kunnen wij dan zeg maar een wereldse ambitie koppelen aan onze eigen? Dus die kunt u dan zo meteen beantwoorden. Eerst, er is een bijzonder verzoek gekomen, CNS. Iemand wil een dua van jou. Allah. Je mag de microfoon vast houden broeder. Energie hoog. en het bedrag. NS is duur hè? NS is duur. Ja, wat Het bedrag is voldoende om NS te laten bewegen. Ja? CNS. Gooi er een du'a uit, inshallah. Maar voor de broeder die heeft gedoneerd, jullie krijgen, jij krijgt nu één du'a van Enes. Dat was de vraag ook, want Enes is meerdere du'a. Een du a, du a, du Als je wil dat Enes meerdere jij gaat doen, broeder, dan je weet ja. <laughs> staat wat tegenover Vooral voor jou, habibi. <laughs> Eén du dus. du'a is voldoende. Mag Allah jouw sadaq accepteren, ik denk dat dat het belangrijkste is. Amen. Uh, vind dat vind is het. Eén du'a. du'a. Dus dat was goed. <laughs> wat ik allemaal fixeerde. maar pas als het je mag nog eentje X, wow, nog eentje Wagah. wacht. kunnen mogen we zodat ik accepteren natuurlijk. mogen um, uh -huh. we jou het eer verhoren. ik denk dat dat twee prachtige doazen zijn als die voortduren dan dat is, en dan dat wel is wel alles al. even voor de duidelijkheid we kopen geen we dus nee maar anders gaan mensen verkeerd begrijpen denk van ja oké okay, uh, ik heb maar één bedrag dus dan krijg ik maar één dua dus dan moet ik dubbele bedragen zo werkt dat natuurlijk niet uh, en de bijzondere slim zegt uh, als men as als iemand uh, uh, iets voor jou betekend heeft of iets goeds heeft gedaan beloon hem beloon die persoon en het beste wat je iemand kan belonen is dua voor die persoon en weet je wat bijzonder is aan dua je weet niet van wie het geaccepteerd wordt wanneer het geaccepteerd wordt en, en daarom moeten we du'a voor elkaar... En degene die du'a doet voor iemand anders, die wint altijd. Waarom? Want als je du'a voor iemand anders doet, de malaika doet voor jou du'a. Wij weten niet of onze du'a wordt geaccepteerd, maar de malaika wordt 100% geaccepteerd. Dus daarom... Uh, uh, we doen du'a, je geeft sadaqa, dan krijg je zoveel du'a uh, 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 als je wilt. Natuurlijk, hoe meer je geeft, hoe meer... Uh, 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 Insha'Allah, de beloning van Allah en de du'a van de malaika, sowieso die heb jij. En plus onze du'a, inshallah. Maar ik geloof ik voor de aanvulling, Oestert. Even om dat te rectificeren, zeker. Dit was een broeder die wij uh, maar al te goed kennen. Ja, ja, ja. En die specifiek om het dua vroeg van CNN. Dus vandaar dat we een beetje een grapje maakten. Maar voor degene die het niet uh, begrepen. wat Oestert zegt zeker: we kopen hier geen dua. Daarom zei ik al vanaf het begin: zuiver je intentie en doe de donatie enkel en alleen omwille van Allah. Dat er een dua bij komt, is mooi meegenomen. Maar voor de mensen onder ons die weten. Daar begint het mee. Zo jij je intentie omwille van Allah, is dat waarvoor je beloond zult worden. Doe jij je intentie omwille van de du'a, dan is jouw beloning de du'a. Dus wat dat betreft, zuiver je intentie en doe de, 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 nogmaals de, de donatie enkel en alleen omwille van Allah. Dan zul je de vruchten van plukken die we net heeft beschreven en benoemd. Uh, we gaan nog even verder nu, toch, over de du'a hebben, want er, zijn nog, er is nog een broeder. Een broeder heeft uh, heel graag du'a voor zijn ouders. Dus. Uh, hoe stel je het duaaf voor de rest? Het is een keer En het is alleen maar op specifiek verzoek. Oh, okay. <laughs> <laughs> <Ja>. Mashallah. <laughs> dus wat dat betreft. <laughs> het duaaf voor zijn ouders. Voor zijn ouders, broeders. Ze leven, alhamdulillah, denk ik. We gaan we wel vanuit. Ja, gaan vanuit, inshallah. Als Allah subhanahu wa ta'ala en nu bereik een vielaal deken. Allah merk اللهم يا رب بارك في دينهم، yeah. اللهم بارك فيما في رزقتهم يا ارحم الراحمين، yeah. اللهم اطل عمرهم على طاعتك، yeah. اللهم يا رب اطل عمرهم على طاعتك، yeah. اللهم تقبل منهم صالح الاعمال، اللهم اغفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم، yeah. اللهم يا ربي حببهم اليه يا رب واجعلهم يرضون عنه يا ارحم الراحمين، وخل yeah. الله سبحانه وتعالى يا اود سيخنا، سبحانه وتعالى هن دو ليفن الله، وخل الله سبحانه وتعالى gezondheid en hun voorziening zegenen en dat zij tevreden over jou mogen zijn Al mag Allah subhanahu wa ta'ala ook deze sadaqa die je hebt gedaan omwille van je ouders uit liefde mag Allah van jou houden zoals je van je ouders houdt mag Allah subhanahu wa ta'ala deze sadaqa van jou aanvaarden rijkelijk mee belonen en dat jij hierdoor ook de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala verkrijgt amin. Amen. Even tussendoor we hadden net twee challenges opgezet uh, een van die challenges was dus om de 1000 euro aan te tikken. Dat 10 mensen 100 euro zouden doneren. Daarvan zijn er nu drie gedaan. Hè? Dus drie mensen hebben 100 euro gedoneerd. Barakkel, Lauwikkel, mag al dat van jullie allemaal accepteren. Amen. Dus nog zeven strijders te gaan. Nog zeven strijders te gaan die eventjes 100 euro doneren. Zodat we die, zodat we die uh, 1000 euro aantikken. Dus zeven keer 100 euro. Die challenge staat nog. Drie van de tien is al bereikt. Nog zeven te gaan bieden. Die... Kom op uh, mensen die kijken. En de tweede challenge, die heeft Oostad net ingeleid. Heb je al gedoneerd of wil je doneren, maar lukt het gewoon even niet? Trek mensen erbij. Dus deel het met zoveel mogelijk mensen in je omgeving. We, we hebben al een stijging gezien. Net waren er ongeveer 23 mensen aan het kijken. Nu zitten we op de 40. Wat is het? Nu zitten we om en bij de 40. Dus wat dat betreft zien dat daar ook een stijging in komt. Laten we dat naar 100 gaan brengen, broeders en zusters. Dus zijn jullie aan het kijken? Deel het met jullie omgeving. Laat de mensen profiteren van de kennis die nu wordt gedeeld over ambitie, over het belang en het doel van Sadaka. En om te kunnen doneren, dus om zelf te profiteren van de, van de beloning die hier wordt uitgegeven door Allah. Wa uh, dus nogmaals, twee challenges. 10 keer 100 euro waarvan nu drie zijn gedaan. En deel het met zoveel mogelijk mensen. Uh, nog één du'a, Oosted, die je kunt doen voordat we verder gaan. Een uh, du'a voor, de, voor eigenlijk de, de eerste generatie ouderen die hier de moskee hebben opgebouwd. Dus en voor degenen die al zijn overleden, en voor degenen die nog leven. Bij اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صالح الاعمال من كل من انفق وساهم من اجل هذا المسجد يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي تقبل منهم صالح الاعمال وتقبل منهم صدقاتهم وتقبل منهم جهدهم. اللهم يا رب كما جعلتهم سببا في تاسيس هذه المؤسسه وهذه وهذا المسجد، اللهم يا ربي بني لهم بيتا في الجنه. اللهم مم. ارضَ عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم ثقِّل ميزانهم بالحسنات، مم. اللهم من هو حي منهم فبارك له في صحته وفي رزقه وفي إيمانه وفي ذريته وفي ذويه ومن توفى منهم فقد تغمدهم برحمتك mm -hmm. اللهم تغمدهم برحمتك اللهم شفع فيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم mm -hmm. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة mm -hmm. اللهم يا رب قهم عذاب القبر اللهم قهم عذاب النار اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب والله إذا برسون دي أورزاك إس خفيز دا إن إذا برسون een bijdrage heeft geleverd, gesteund heeft, gewerkt heeft, iets betekend heeft voor deze moskee, mag Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen rijkelijk belonen. Mocht mm -hmm. Allah subhanahu wa ta'ala datgene wat zij voorbereid hebben omwille van Allah subhanahu wa ta'ala in voor de gemeenschap hun rijkelijk belonen en pa een paleis voor hen bouwen in het paradijs. Mm -hmm. O Allah, deze mensen zijn zo betrokken om de umma en hebben iets neergezet, uh, Sadda Khajariya, Mocht Allah subhanahu wa ta'ala deze Sadda Khajariya van haar uh, aanvaarden en accepteren, Allah amen. Amen. Dat is een hele mooie span. Allah heeft hem dus zelf gemaakt. En ja. zonder, hun, zonder hun als zelf te gebruiken zaten wij hier niet. Was deze moskee niet opgebouwd. Het mooie daarin, wat ambitie betreft, kom, uh, schiet mij nu te binnen. Zij hadden de ambitie om de moskee op te bouwen. Dus om überhaupt een gebedsplaats hier te hebben voor de, voor de Ummah. En wij, die hier nu zitten op de bank te praten, hebben de ambitie eigenlijk overgenomen om van de moskee wat te maken. Dus om de moskee te vullen met mensen. Om de jongeren hier te houden. Om de moskee draaiende te houden. Om om de Koran te onderwijzen, om de islam te blijven verspreiden. Dus dat is ook een hele mooie op de vraag die u zo je gaat beantwoorden. Biedenilla. Dus de vraag was als volgt: Eerst trouwens even de tussenstand. Heb je de tussenstand nog even voor ons? 2510 euro. Oké, okay, de tussenstand is nu 2510 euro. Alhamdulillah, barakallah flikkeren voor je donaties. We willen gewoon naar die 7000 euro gaan, broeders en zusters. Dus kijken jullie, blijven delen, blijven delen, delen en delen. En blijf doneren als je kunt doneren. Dus wat je kunt doneren, doneer het. Wij gaan nu terug naar het onderwerp, inshallah. Ja. Dus we hadden het net over de ouderen natuurlijk. Die hebben de moskee opgebouwd. Nou, wij proberen er wat van te maken. Zeg maar onze ambitie is om de moskee te vullen, om kennis ja. te verspreiden. En mijn vraag aan u was net uh, hoe wij eigenlijk een, een, een werelds kunnen koppelen aan de eigenaar. Ja, zeker. Eerst hebben we op het eerste willen, willen reageren. Kijk, onze vaders, uh, Barke hebben zoveel moeite geïnvesteerd om, om een moskee op, uh, te, op te zetten. Met de middelen en de know-how die zij hebben is een enorme prestatie waar wij hun dank verschuldigd zijn voor de rest van ons leven. Maar ze hebben een plek gecreëerd waar wij bijeen kunnen komen om Allah te aanbidden, en kennis op te doen, en elkaar uh, op te zoeken, uh, uh, waarin wij voordeel van elkaar zijn, uh, zowel in Dunia als in Ager. En, en, en dat is gewoon uh, een, een enorme opoffering. Het is nu de taak aan ons om deze moskee te vullen en uit te breiden en te brengen naar een hoger niveau, naar het doel wat de moskee van wasallam ervoor diende. Want het was niet een gebedsplek alleen. Het was een plek, het was een gebedsplek, het was een school, het was een, uh, een plek waar, je de, waar de, de gemeenschap voor hun sociale uh, behoeftes en maatschappelijke behoeftes terecht kwamen. voor ondersteuning uh, op allerlei vlakken. En dat willen wij weer in leven brengen, dat de moskee meer is dan een gebedsplek, maar ook dat het ook een, een school is waar je aan en islamitische kennis kan opdoen, waar onze jongeren ook voor hun keuzes voor het wereldse terecht kunnen. Wanneer iemand een probleem heeft, dat hij hier terecht, voor advies, voor wat dan ook, wat je maar ook nodig hebt. Hè? dat je altijd in het huis van Allah terecht kan en daar zult betrokken broeders vinden en zusters die uh, de gemeenschap daarop bijstaan. Spannend. De ambitie die wij uh, in het wereldse, uh, uh, kan ons ook dienen in, in, uh, in dien, op verschillende manieren. Eén, wanneer je hoge ambitie en je hebt een goede baan en je hebt goede inkomsten en noem maar op, dat betekent dat je meer te kan geven, meer kan... De, de gemeenschap ondersteunen met de middelen die Allah voor handen heeft. Maar ook jouw positie, jouw functie kan dienen. Want het is niet altijd in geld, soms wij hebben we advies op juridisch vlak. We hebben advies uh, op, op belastingsvlak, uh, op, op, op allerlei vlakken, maatschappelijke uh, uh, zaken waarin wij bijvoorbeeld wij hebben, uh, willen uitbreiden. We hebben vergunning nodig, we hebben iemand die uh, verstand heeft van vergunningen, die een ingang heeft bij de gemeente. Uh, uh, bescherming en veiligheid van onze gemeenschap en onze kinderen, noem maar op. Hebben wij daar politie bij nodig, dat je daar ook een uh, uh, in, ingang in hebt. Dus je kan niet alleen maar met geld bijstaan, maar je kan ook met je kennis bijstaan. Kom helpen jongeren met begeleiding, hè, met, met vragen beantwoorden, met keuzes maken, met huiswerk, met, met goed advies. Hè. Je kan ook de moskee zelf ook helpen en de broeders die behoeftig zijn, die in problemen terechtkomen. Sommigen komen in financiële problemen, die hebben begeleiding nodig uh, 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 om daaruit te komen. Sommigen zitten in sociale problemen en die hebben daarin sturing nodig. Sommigen hebben psychische problemen en die hebben een luisterend oor, een troostende schouder, maar ook... Uh, 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 begeleiding van naar een, een psycholoog toe, toe te stappen wat Taboe is, hè, maar dat er wel mensen iets kunnen betekenen. Ik ben moslim, ik, kan, ik ben je arts. Je kan je helpen mensen adviseren van wie, wie mag vasten, wie niet mag, mag vasten. Wel, uh, hoe, hoe je beter even met je gezondheid kan omgaan. En onze jeugd even ook uh, stimuleren om goed op school hun best te doen, juiste keuzes te maken voor hun leven en hun voorbereid op wat te wachten staat. En zo kun je op zoveel verschillende manieren bijdragen te leveren. Dus wanneer je ambitieus bent, of je nou. Ja, dat je ambieert om rechter te worden. Dokter, jurist, uh, 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 maakt niks uit wat voor beroep. Uh, dat je met dat beroep wat jij ambieert uh, weer een bijdrage kan leveren voor de moslimgemeenschap, voor onze gemeenschap hier. Uh, en zo kun je dus het wereldse ambitie ook weer terugkoppelen aan dien uh, met de intentie om te groeien in de ambitie van dien. Uiteindelijk ook het nastreven van een hoge positie in het wereldse, als je dat ook doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, omdat je iets terug wilt geven aan de gemeenschap die in jou geïnvesteerd heeft, dat is ook een, natuurlijk een, 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 een bewonderingswaardig ambitie. Barakallah, fiqh, dat is zeker een hele mooie koppeling die u daar maakt tussen dunya ja. en agira. Want de vraag stelde ik bewust. Heel veel mensen die hebben het idee dat sadaka alleen maar is in de zin van geld. Ja, nee, het is meer dan dat zeker. Precies. En mensen kunnen ook bijdragen in kennis. Ja. Want als wij, we hebben heel veel verhalen gehoord hoe deze verffabriek eigenlijk oorspronkelijk een moskee ja. is geworden. Ja. Als mensen in die tijd niet wisten hoe ze zo'n aankoop konden doen, als mensen in die tijd zeker. niet wisten hoe ze moesten verbouwen, als mensen in die tijd niet wisten hoe ze. ...keuzes moesten maken, dus hoe ze de grond konden regelen, de papieren ja. konden tekenen. Daarnaast de, de mensen die nu lessen geven, de mensen die voor veiligheid zorgen. Alle mensen die, die ergens voor hebben gestudeerd, die kennis kunnen overbrengen. Dat zijn eigenlijk de mensen die ja. wij nog het meest nodig hebben in onze omgeving. Ja, ik, ik, ik doe ook vanuit dit podium even een oproep ook. Ben je docent? Kom, zeg ik. Ik kan twee uur per week geven. Verzamel die jongeren, ik kan ze een beetje even helpen met hun school. Uh, ben, jij, uh, uh, ben jij jurist? Kom. Zijn mensen die zitten met problemen en maak even een spreekuur, één uur in de week. Ik ga even luisteren en even advies geven. Vicevili, dit is bijdrage die keihard nodig is. Uh, om, om, kom, help de moskee en uh, uh, haar onderhoud. En wat voor beroep je maar ook doet, kijk van wat kun je geven aan tijd en kom en meld je even aan en zorg dat je een bijdrage hebt. Wij zien. Wij leven natuurlijk in een, uh, 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 hier in Nederland en we zien heel veel niet-moslims, subhanallah, zoveel vrijwillig, vrijwilligerswerk doen. En wij lopen daar eigenlijk nog veel te ver achter. Terwijl onze gemeenschap ons keihard nodig heeft. Kom een keer en we verzamelen de jongeren, geef even een lezing niet over het uh, 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 dien, maar over uh, uh, wat hun te wachten staat. Over studeercarrière, over werkkarrière. Uh, hoe, uh, waar zij voor moeten oppassen. Je hebt dat traject al bewandeld. Kom en geef die expertise hem. expertise deel dat mee. Houd dat niet voor jezelf alleen of alleen maar voor jouw gezin. Hier lopen jongeren die, die bang zijn van wat hun te staat. Of bang zijn om te studeren. Om bang zijn de keuzes te maken. Of bang zijn om te lenen om te, leer, om te leren. Kom hun, kom hun adviseren, ook als je financiële achtergrond hebt, van hoe je het beste kan doen om je studie te, wel te voltooien. En zonder dat je diep in de schulden bent. In ieder geval, je kan. Op zoveel vlakken bijdrage leveren. Schoonmaken, verven, iets maken. Maakt niks uit wat. Kom en geef wat tijd en wat energie omwille van het huis van Allah. Deze investering krijg je gelijk terug in beloning, maar krijg je ook gelijk terug in leiding van jouw eigen kinderen. Dat zou ook opgroeien in deze, en zij gaan daarvan profiteren. En wanneer je hen dat weer aanleert, geven ze dat weer door. En het is een doorgeefluik. Dat is wat wij willen creëren. Allahum. Van de Bark geloof ik, voor deze prachtige woorden, Oested. Heeft natuurlijk alles te maken met ambitie, waar we het net over hebben. Dus wanneer jij ambieert... Dus wanneer jij ambieert om, om, iets, om voor jezelf bepaalde kennis op te doen, kun je die kennis ook delen met honderden andere mensen die het niet hebben opgedaan. Zeker. En vooral in zo'n community als de Masjid. Ja. Daarom willen we dus ook echt duidelijk maken aan de kijkers en, en aan de jongeren die nu komen: de Masjid is niet alleen maar een plek voor het gebed en voor het leren van de Koran. Ja. De Masjid is een plek waarin je letterlijk alles kunt leren wat je in dit leven nodig hebt. Zeker. En voor hierna. Dus Baraklaaf, ik voor deze prachtige woorden: dat is iets wat we heel graag duidelijk wilden maken. Um, Even tussendoor weer een doa-ronde. Er is iemand die heeft gedoneerd en die zegt, ik zou graag een doa willen voor mijn overleden ouders. Allereerst mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou ruikelijk belonen voor jouw sadaqah. En dat je bekommert uh, uh, om welzijn van je ouders. En dit is ook een advies, ook een stimulans. Uh, wanneer iemand ons dierbaar is, uh, komt te overlijden, zijn boek van daden gaat dicht behalve in drie situaties. En de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zegt daarover: In de tijd van Adam is het zo dat hij niet meer weet. Sadakah is het zo dat hij niet meer weet. En hij is niet meer. En hij is niet meer. En Dus wanneer iemand komt te overlijden, is zijn boek van daden sluiten. Behalve in drie situaties: Of je geeft een doorlopende Sadakah. Die continu Hassanat voor jou verdient, ook al ben jij hier niet meer. Dan blijft jouw boek van daden open omdat die hasanah daarin daar genoteerd. Dat is wat we zeiden. Met سَنَّ Dit is hij. Of je laat kennis achter waar anderen van voordeel uh, hebben. En iedere keer dat iemand voordeel van heeft, krijg je beloning. En een vrome kind, zoon of dochter die du'a blijven voor jou doen. En dat bereikt jou ook. En nu deze broeder ook, die geeft deze sadaka, want hij, wil, hij doet het omwille van Allah voor zijn ouders. Zijn ouders krijgen deze sadaka in het boek van hun daden. Mocht Allah wa jou, deze sadaka van jou aanvaarden, jou ruikelijk belonen en jou stimuleren uh, nog meer goede handelingen te verrichten. Mocht Allah wa jouw ouders barmhartig zijn. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala vroom zijn. Mocht Allah vermeerderen hun vroomheid. En als zij uh, 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 het tekort hebben geschoten, o oh Allah, vergeef al hun de zonde. Allah, maar reinig hun van iedere zonde. Allah, verwijder de zonde ver van hun. De afstand tussen oost en west. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hun graf uh, een stukje van het paradijs laten zijn. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over hun zijn. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hun doen weder opstaan, opstaan samen met Rasulullah en samen met hem het paradijs doen binnen, treedt Allah mijn Allah mee, waardekallah. Eens even kijken. En nog eentje, die vond ik bijzonder. Normaal noemen we de bedragen die zijn gedoneerd. Ja. Uh, maar bij deze ga ik hem wel benoemen door de doa die erbij is gedaan. Uh, iemand heeft 20 euro gedoneerd en er staat: het is niet veel, maar we mogen Allah het accepteren. Dus ik wil wel graag wat we dua hiervoor gaan doen, dat u ja. even nog een keer duidelijk maakt dat ook kleine bedragen tellen. Kijk, weet jullie wat bijzonder is, mijn beste broeders en zusters? Allah subhanahu wa ta'ala, hij maakt wel de vermenigvuldigingsfactor van de sadaqah duidelijk. De beloning van sadaqah duidelijk. Maar hij heeft niet geëist hoeveel. Terwijl de verplichtingen die zijn allemaal duidelijk. Vijf gebeden: Sobh 2, Doher 4, azar 4, Maghrib 3, Isha 4. Zakat al is 2,5% jaarlijks als je een bepaalde drempel bereikt. En het is een jaar overheen gegaan. Zakat fitr Sa'a. De, de hoeveelheden wanneer Allah subhanahu wa ta'ala is van ons wil, verplicht heeft gesteld. Allah maakt bekend precies hoeveel het moet. Daar mag je niet van afwijken. Je mag ook niet meer geven dan dat. Wanneer je hij is 2,5%. Je moet 2,5% geven, niet 3. Wil je daarnaast nog sadaka geven, dan ben je vrij. Dus subhanallah al in de verplichtingen, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het aantal duidelijk aangegeven. Maar in de aangeraden handelingen heeft Allah subhanahu wa ta'ala opengesteld. Het is afhankelijk van jouw draagvlak. Belangrijk is, is continuïteit. Het is niet kwantiteit, maar continuïteit is belangrijk. Bij de aangeraden handelingen. Dus kun je het werk uitwinnen elke dag. Dan liever het werk uit elke dag dan duizend één dag en daarna heel lang niks meer. Kun je 100.000 euro zadak geven? Is prima. Kun je 1 euro zadak aan geven? Is het gaat erom dat je doet en dat je daarin continueert. Daarom, Allah kijkt niet naar uh, 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 hoeveel het is, hè? maar Allah subhanahu wa kijkt naar de percentage. En hij kijkt naar continuïteit. En vooral, hij kijkt op de eerste plek natuurlijk naar zuiverheid van intentie. Dat mogen we niet vergeten. Dus, ook al geef je 5 euro. Ook al geef je 10 euro. Ook al geef je 20 euro. Wat je maar kan geven. Geef is beter dan, dan niks. Iets is beter dan niets. Iets verdien je de tevredenheid van Allah. Niets je verdient niks. Dus mocht Allah wa deze sadaqa van jou aanvaarden. Mocht Allah jou rekelijk belonen. Mocht Allah jouw voorzieningen zegenen en vermeerderen. Mocht Allah subhanahu wa jouw hartwensen doet uitkomen. Allah maar. Amin. 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 Ustel. Eens even kijken. Uh, broeders. Ja, de is tussenstand, broeders? Motielse tussenstand: 2500 85 euro. In die actie van 100. Oeh, assalamu alaikum. Hoe gaat het, broeder? Alhamdulillah, Habibi. Je hebt een offer. Oké. Okay. Om hoeveel gaat het? 175 euro. Oké. Okay. Dat vind ik een hele mooie, broeder. Dat vind ik een hele prachtige zelfs. En ik denk dat Oosted hier ook blij mee gaat zijn. Waar dat? Dus... Oké. Okay. Er is een uh, beller. Ja. En dat is serieus. Kunnen we hem even... Ik heb hier een bellen. Ja? En hij... Ja. ja. Er is een offer gekomen op tafel. Mashallah. Van 275 euro. Met de voorwaarde... Dat CNS gaat reciteren... een stukje uit de Koran. <laughs> Helemaal mee eens. <laughs> <Dat> Bismillah... <laughs> Kom. Hoe lang... <laughs> hoe lang moet hij reciteren? Nee, soar, <laughs> en nog een ijs van Sora? Nee, nee, nee. La, la, jij mag kiezen. Kom. En als, jij mag zelf kiezen. Bismillah. Broeder, kost. Rode ik. Wij trekken hem nu deze kant op. Excuse. Dan moet het helemaal goed oh. komen. Assalamu alaykum. Ma shaa Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيك <laughs> hmm. Voor de donateurs, waar ik geloof ik, mogen alle jullie donatie accepteren Amen. en uh, mogen alle jullie belonen daarvoor. Uh, is even uh, kijken, dan komen we nu aan bij de volgende deelvraag. We hebben het net gehad over, hoe wij, over ambitie, dus waarom moet een moslim ambitieus zijn? Daarna hebben we het gehad over hoe, kan, hoe kunnen wij een wereldsdoel koppelen aan een doel in het hiernaama's, uh, wat ambitie betreft. Nu wil ik naar het volgende gaan, want om ambitieus te zijn en om zo'n doel te kunnen koppelen aan eigenlijk uh, is het natuurlijk wel belangrijk om kennis op te doen als moslim. Ja. Dus dan is de vraag: hoe kan een moslim het beste kennis opdoen? En wat zijn eigenlijk de valkuilen voor ons moslim in deze tijd om kennis op te doen? En uh, voordat het trouwens gaat, nog één mededeling. Vergeet niet: je kunt ook gewoon tijdens deze sessie kun je blijven doneren. Dus ik snap dat jullie aandachtig willen luisteren, maar even snel dat knopje drukken. Want hoeveel hebben we nu? Wat is de tussenstand? 25,85 euro. Oké, okay. 25,85. Als er een strijder is die nu voor 15 euro erop gooit, hebben we 2600 euro. En dan nog vier mensen die die 100 euro challenger hebben, wel 3000 euro. Dus laten we blijven gaan. Blijf mensen uitnodigen, vooral nu, want we hebben nu een hele interessant vraagstuk. Zoals ik net aan de Oestend heb gevraagd: hoe kunnen wij als moslim deze tijd kennis opdoen? En wat zijn onze valkuilen eigenlijk van deze tijd? Dus ook als je mensen dit stukje kennis wil meegeven. Laat ze in deze sessie komen. Het is een heel interessant vraagstuk wat Oostend voor ons gaat beantwoorden bij het En we gaan hem beantwoorden als wij die 3000 behaald hebben. Gaan wij even beantwoorden. Met dus hem. <laughs> wil je weten de weg naar succes? Rasulullah <laughs> Hij zegt: Wie He? een weg volgt op zoek naar kennis. <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala zijn zelf weg naar het paradijs voor Allah subhanahu wa ta'ala van gemakkelijk zijn weg naar het paradijs. Dus hierin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam koppelt kennis als de weg naar, naar paradijs. Waarom is dit? Kijk, kennis is essentieel in ons leven, omdat Allah subhanahu wa ta'ala is alwetend en dient alleen met kennis aanbeden te worden. Allah subhanahu wa ta'ala accepteert geen onwetendheid. Allah accepteert niet van, ja maar ik wist niet. Allah accepteert niet maar niet ik dacht of ik heb gehoord of volgens mij zo wil Allah subhanahu wa ta'ala niet aanbeden worden. Wanneer je zo spreekt, ja, maar ik dacht, ja, maar ik had geen tijd, maar volgens mij, maar ik heb gehoord, maar ik dat betekent dat je Allah niet interessant vindt. Want als je Allah interessant vindt en je houdt van Allah en Allah is het meeste belangrijk in jouw leven. Wat Rasoul sallallahu zegt, Jij krijgt de werkelijkheid van Iman niet. Totdat Allah en zijn boodschapper het meeste geliefde is in jouw leven. Wallahi, de zoetheid van Iman bereik je niet. Totdat Allah en zijn profeet het meeste geliefde in jouw leven. Geliefder dan je vrouw, dan je kinderen, dan je partner, dan je, je ouders, dan je vrienden, dan je hobby's, dan je werk, dan, dan alles. Dan jezelf. En het mooiste hiervan, Sina Amar, toen hij dat hoorde. Hij heeft eerst gezegd: Van ik, ik hou Allah en zijn profeet is belangrijker voor mij. Behalve mijzelf, ik hou van mijzelf meer. En toen zei Rasul Sassam: Nee, dan is jouw imam niet compleet. Totdat Allah en zijn profeet nog belangrijker is dan jezelf. Dan pas krijg je volledigheid van imam. Maar wanneer je dat verklaart, de daden moeten jouw woorden bevestigen. Want als jij zegt: Ik hou van Allah. Maar je doet iets wat Allah niet wenst, dat is geen liefde. Net als je zegt tegen je ouders, ik hou van jullie, maar je luistert niet naar hen, je kwetst ze, je doet ze pijn, dan gaan ze jou geloven. Nee, natuurlijk niet. Dus jouw woorden moeten conform jouw handelingen zijn. En wil je de liefde echt van Allah, en is Allah echt belangrijk voor jou, dan moet je leren hoe hij wil dat je hem aanbidt. Hoe wil Allah dat ik bid voor hem? Hoe wil dat Allah dat ik vast voor hem, hoe wil dat ik Allah mijn zakka nakom, hoe wil dat ik Allah met mijn ouders omga, dat je dat kennis aal, en dit is een noodzakelijke kennis. Dus ben je hier nieuwsgierig naar? Vind je dit interessant? Wil je dat je weg naar het paradijs vergemakkelijk wordt? Doneer en stimuleer anderen te doneren en inshallah gaan we deze vraag beantwoorden als je het goed vindt. Als, die, als dat aantal even een beetje omhoog gaat. Dan heb ik mooi nieuws. Want we hebben nu 3.015 euro. Allahu akbar. Dus uh, tijdens uw speech is 2015. 3.015 euro. Als Allah weet dat het goede in jullie hart zit, Allah geeft jullie het goede. En jullie zitten het goede in. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat zo snel laten omhoog komen. Zodat jullie dit even gaan horen in die lai subhanahu wa ta'ala. Even tussendoor Oester. Ik ben wel interessant. Ik ga hem ook vragen die jij nu hebt gestuurd. Ja. Hebben we hebben gewoon een vraag tussendoor gekregen. Dus die gaan we ook even tussendoor stellen. Vraag je over de Nisab. Is het gepast dat een moslim doneert, waardoor hij onder de Nisab waarde valt? Ja, nisab, het is met de Sahab. Ja, nisab, sorry. Uh, nisab. Uh, wat was de vraag ook weer? Dus is het gepast dat een moslim doneert, waardoor hij onder de Nisab waarde valt? Dus als hij nu doneert, gaat zijn geld omlaag, dan komt hij onder de Nisab waarde. Onder de Nisab, mashallah. Als je weet al wat de Nisab is, en het is al, heb uh, ik dat ik je al vast de 2,5% al uitgeeft? Kijk, wanneer ben ik zaketplichtig? Dit moeten we even weten. Wanneer ben ik een De eerste voorwaarde is dat er een islamitisch jaar om is. Eerst moet hij om zijn. Op het moment dat het moment van het jaar aangebroken is, islamitisch jaar aangebroken is, dan kijk ik in mijn vermogen. Heb ik de nisab of niet? Nou, afhankelijk of je nou goud of zilver aanhoudt, want natuurlijk nisab van goud is veel hoger. Dan is het van Zo. zilver. Hou je goud aan. Dan is het 83 uh, 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 gram of uh, 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 tussen 83 en 85 gram goud. Afhankelijk van de goudprijs. Meestal zit dat uh, rond 4000 euro denk ik. Of ietsjes meer. Uh, 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 dat weet ik nu niet omdat ik niet uh, de goudprijs weet. Dus vanaf dat bedrag. En hoger moet je 2,5%. Daaronder hoef je het niet. Hou je de zilver aan. Als Nissa, die is natuurlijk veel lager. Dan gaat het om de 200 gram. Uh, 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 dat is ongeveer 600 euro volgens mij uit mijn hoofd uh, 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 aan zilver. Heb je dat bedrag in hoger, dan geef je 2,5%. Maar dat doe je pas als het jouw, als het jaar om is. Want de, de, de Nissa van goud is 20 dinar goud en 200 dirham uh, uh, zilver... 20 dinar goud komt uh, op 85 gram, zo uit mijn hoofd. En, en, en 200 dinar zilver komt op uh, 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 rond 600 uh, gram goud, uh, zilver. Dus dan moet je zilverprijzen uh, per gram uitzoeken. En dan keer 600, dat is dan, de, dan, dan uh, de nisab. Wat moet ik dan kiezen tussen goud of zilver? Wat moet ik aanhouden? Kijk, natuurlijk als je zilver aanhoudt, dan geef je zeker veel sneller. Dat betekent dat de fokara en de Messakiën de behoeftigen veel sneller zakken krijgen. Hou je goud aan, dan moet je pas vanaf dat je 85 gram hebt, dus ongeveer 4000 euro of iets meer dan 4000 euro, dat pas zakat geeft. Dus dan komen de armen niet snel aan de zakat toe. Maar zelfs in beide akwaal. je mag een van de twee houden. Dus zeg je nu: geef nu zakat. Want er wordt gezegd. Ja, het beste van het goede is wat je snel mogelijk doet Allah zegt badiru, nabi, uh, uh, ila maghvera. dus haast je met het verrichten van goede Rasul sallallahu zegt: ba'diru bil amal. haast je met het verrichten van goede niet uitstellen, dus kun je sadaka nu geven doe het nu wanneer jouw haul klaar is wanneer het jaar klaar is en je hebt de nisab niet is geen probleem, dan wacht je totdat er weer een nisab is, dan is het dan niet bedoeld om de, de zakka dan te geven Gaan we nu eventjes nog een aantal uitdagingen doen. Uh, graag een doa voor mijn man uh, en ik. En mogen Allah wa ala, ons weer herenigen en ons huwelijk zegenen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala allereerst deze sadaka van jou uh, accepteren beste zuster. Mocht uh, Allah subhanahu wa ta'ala jouw aanbieding daarmee aanvaarden. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw relatie met jouw man herstellen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala zijn hart uh, verzachten en jullie bij elkaar brengen. Uh, en gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa En uh, deze dagen zijn van dua. Doe dua tot Allah subhanahu wa En Allah is in staat tot alles. Als Allah het heeft bedoeld, dan gaat het plaatsvinden. Als Allah het niet heeft bedoeld, dan gaat het niet plaatsvinden. En overal wat Allah bedoeld heeft of niet bedoeld, uh, 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 alles, de wil van Allah zit altijd gericht. Ja, soms wil iemand iets heel graag, maar hij krijgt het niet en wordt hij teleurgesteld. Maar misschien brengt jouw Allah nog iets beter. Maar hou vertrouwen altijd aan Allah subhanahu wa ta'ala. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw smeekbeden verhoren Amen. en jouw hartwensen doen uitkopen, uitkomen. Allahumma Amin. Uh, nog eentje. Graag door voor de gezondheid van mijn opa. En dus iemand van de gemeenschap hier begreep ik. Hè? Ja, ja, iemand van de. MashaAllah. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala door middel van deze sadaqa de gezondheid van je opa zegenen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hem behouden met goede staat van iman en gezondheid. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala zijn aanbieding aanvaarden. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou rijkelijk belonen voor deze sadaqa voor jouw betrokkenheid met jouw opa. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jouw vrome nageslacht schenken, die zo betrokken is met jou zoals jij betrokken bent met jouw familie. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala van jou houden zoals jij van jouw familie houdt mocht allah subhanahu wa ta'ala jouw goede daden aanvaarden allahumma ameen nog iemand heeft een opmerking geplaatst uh, mogen allah jullie belonen mja goed bezig barakallah wa fiqallah even kijken yes we hadden een challenge van uh, 10 keer 100 euro uh, doneren daar is nu de helft van gedaan ja, dus allah. broeders en zusters in ieder geval beste kijkers barakallah wa fiqallah 5 van de 100 is nu gedaan dus 500 euro nog als er nog vijf mensen zijn die nu 100 euro doneren, hebben we in ieder geval de challenge van de 1000 euro verdeeld in 10 hebben we gehaald. Dus nog vijf strijders nu die 100, die, uh, 100 euro doneren. Vijf strijders. Voor Iftar zou het nog mooi zijn. Dus we hebben nog ruim genomen 40 minuten. 35 à 40 minuten. Binnen deze 40 minuten laten we de mensen verzamelen die dit kunnen. Laten we 5 keer 100 euro uh, doneren. Dan hebben we die 1000 euro challenge gehaald. Wat is de tussenstand nu? Momenteel hebben we 3.125 euro. Dus als we nog 375 euro ophalen, hebben we wel de helft. Masalah. Als er een strijder is die gelijk tot de helft wil aantikken, ook welkom. Masalah. Ook welkom. En dan kunnen we welkom. daarna vijf keer honderd. 100... Ook welkom. <laughs> welkom. Niet ook welkom. Welkom. Ha? Dit is investering voor de omma. Dit is investering voor de gemeenschap. Het is de investering voor onze broeders en zusters in onze jeugd. Ha? Dat die Allah vinden. Dat ze Allah leren kennen. Dat zij hun relatie met Allah herstellen. Dat ze de connectie met Allah vinden. Dat ze de juiste keuzes maken in hun leven. Dat ze, en we hebben jullie beloofd om die vraag te beantwoorden net. Hoe doe ik kennis op? Kijk, we hebben, kennis is tweedelig. Er is een verplichte deel die iedere moslim dient te bezitten. En die heeft geen enkel excuus om dat niet eigen te maken. Als niet, dan ben je een later en dan word je daarvoor berust door Allah subhanahu wa ta'ala, en moet je verantwoording voor afleggen. En er is een deel wat specialisatie is, dat is niet voor iedereen. Als een deel dat bestu bestudeert, is voldoende. Dat deel wat verplicht is, wij praten hier over één. Leren lezen van het Koran is een verplichting dat je het woord van Allah kan lezen. En omdat je met de Koran bidt, moet je de Koran kunnen lezen. En zodat je hem op goede manier kan memoriseren om mee te bidden. Want de Fatiha is een verplichting in Salah. Als die niet goed gelezen is, dan sala is Salah niet geldig. Dus je moet leren de Fatiha goed te lezen. Het lezen van de Sora in Salah is Sunnah Mu'akkadah sterk aangeraden. Als je dat achterwege laat, dan moet je die compenseren door Sujoed Sahu. Dus dat betekent dat je moet leren hoe de Koran moet lezen. Dit is één. Twee, je moet leren hoe je moet reinigen voor het gebed. En hoe je moet bidden, hoe je moet vasten. Wanneer je zakaat verplichtig bent. En hoeveel zakaat moet je geven? Daar hebben we het net over gehad. Dus je moet een keuze maken: ga ik zilver aanhouden? 590 gram eh, tot 600 gram zilver. Eh, dat is dan de nisab. De waarde ervan: heb ik dat in mijn bezit een jaar lang? Dan moet ik 2,5% en meer 2,5%. Hou ik goud aan, 85 gram, hè, dan de waarde ervan uitzoeken op de dag dat die het jaar om is, dan moet je de koers van goud zien. Zodat je de waarde weet. Op die dag bereken je wat per gram is keer 85, en dan geef je 2,5 procent. Dus 85 of meer natuurlijk, dus heb je 10.000, 20.000, dus 2,5 daarvan zal ik aan geven. Maar dit moet jij weten. Je moet weten, oké, okay, wanneer ik begin te sparen dat ik de datum vastzet, zodat ik weet wanneer het een jaar in jaren mijn bezit is. En waar mag ik wel zakar of betalen? Als ik nou een, uh, mijn huis, ik heb een huis, een vakantiehuis, moet ik daar zakar voor betalen of niet? Heb ik een auto? Ik heb twee auto's. He? moet ik zakar betalen of niet? Ik heb ander bezit. Moet ik dit soort zaken? Want is het afhankelijk? Gebruik je het of gebruik je het niet? Heb je het met intentie van handelen of heb je het met intentie voor, of voor eigen gebruik? Dit soort zaken, dit is noodzakelijke kennis. Je moet je eigen maken. Ja, maar ik weet dat niet. Dan moet je leren. En als je moet leren, dan is het niet shoppen bij, bij een supermarkt. Ja, ik neem dit of, en dit niet. Nee, het liefst leren bij een school, een erkende school, waarin jij. Een compleet curriculum krijgt van noodzakelijke kennis die je moet eigen maken. En dat je niet de ene wel pakt en de andere niet. Want de andere completeert de andere. En als je alleen maar één pakt en de andere niet, dan begrijp je een deel en een deel niet. En dan kun je afwijkend gedachtegoed gaan vertonen. En afwijkend gedrag gaan vertonen. En bepaalde interpretaties gaan doen die niet passend zijn. Kennis doe je volledig. Je kan niet alleen maar dit doen en dat andere laten. Daarom, ik raad aan, alhamdulillah, we hebben scholen hè, waar je kennis op kan doen. Hè, waar vol tijd, deeltijd, in de avond, overdag, er is genoeg aanbod. Maar doe het wel, consequent, doe het wel goed. Je wil een dokter die niet in de avondopleiding heeft gestudeerd om jou te opereren. En je wil dat hij een opleiding heeft gedaan en hij is gekwalificeerd. En hij heeft niet zitten soppen, hè, bepaalde vakken wel volgen, anderen niet. Nee, je wil een gefundeerd iemand. die ook erkend is. die ook stage heeft gelopen. die de praktijk bijgedraaid is. die betrouwbaar is. die goed gekwalificeerd is. die andere professionals hebben getuigd dat hij gekwalificeerd is. die wil je laten opereren aan jouw lichaam. Want jouw, jouw gezondheid is belangrijk voor jou. Maar jouw rol is nog belangrijker. laat je je niet jouw ziel behandelen. door doktoren die niet gekwalificeerd zijn. want anders. Uh, verkeer je een nog grotere gevaar dan je gezondheid. Daarom he, moeten wij kennis opdoen. Dit is wat wij proberen in onze moskee hier te doen. Zorgen dat hier de juiste mensen les gaan geven... en allerlei verschillende wetenschappen die wij noodzakelijk uh, uh, hebben. En we zijn nog niet zo ver, maar dat is wel het streven... En als het nog niet hier in onze moskee is, dan zijn er alhamdulillah al islah hier om de hoek is ook een madrasa alhamdulillah die bestaat al 25 jaar al islah waar je ook terecht kan gaan om kennis te doen, deeltijd, voltijd gaan naar de website die kan leren. Maar wij zijn hier ook bezig in onze moskee hier in Almelo ook allerlei activiteiten. Want die kennis, je moet hem eigen maken, je moet weten is mijn salah geldig of niet, is mijn wudu geldig of niet, is mijn rossel geldig of niet, is mijn vaste geldig of niet. Je kan niet vanuit gaan dat het zal wel goed zitten. Nee, je kan dat risico niet permitteren. Want je bent nu in staat om dat toch te rectificeren. Maar op de dag des oordeels, is het te laat. Dus daarom doen wij deze oproep daarom zegt Rasous maar stimulans. Wie een weg van kennis bewandelt, Allah vergemakkelijkt zijn weg naar, naar het paradijs. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Hij zegt, de getuigenis over de, over de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen de mensen van kennis en de engelen uh, weten dat het, het beste. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, alleen degenen die kennis bezitten, dat zijn degenen die Allah werkelijk vrezen. Huh? En Allah subhanahu wa ta'ala stimuleert ons. En hij laat de dua Allah mazid ni ilma, deze dua is van een profeet. Die vraagt Allah, oh Allah, vermeerder mijn kennis. We moeten onze kennis vergroten, zodat we Allah aanbidden op de wijze die hem behaagt. Op de juiste wijze dat Allah onze aanbieding aanvaardt en van ons houdt en ons aanvaardt en ons rijkelijk beloont. Insha'Allah. Insha'Allah. Ik Fikus. Fikus. Ehm, eens even kijken. We hebben nu een tussenstand van 3.225 euro. Dus 3.225 euro. Nog 225 euro en we zitten op de helft. 3300. 3300 euro. Oké, okay, ik ga er een extra challenge aan toevoegen. Allahom. Er zijn nog 4 uh, keer 100 euro nodig om de challenge van 10 keer 100 euro af te maken. Dus 6 van de 10 is al gebeurd. Nog 4 keer 100 euro. Dus 400 euro. Vier mensen die 100 euro doneren hebben we 400 euro binnengehaald. En nog 200 euro hebben we 3500 euro natuurlijk. Dus nog 200 euro hebben we de helft. Dus als er één iemand is die nu 200 euro doneert, hebben we de helft van het hele bedrag van ons streefbedrag. En daarboven nog 4 keer 400 euro komen we al tegen de 4000 euro aan. Dus zo loopt het wel door, broeders en zusters. Ken jij mensen die het bedrag kwijt kunnen? Ken jij mensen die kunnen bijdragen? Ken jij mensen die je gunt om het bij te dragen? Die je deze beloning gunt in deze prachtige maand. De laatste 10 dagen van deze prachtige maand. Omwille van de jongeren Douwen, hier in Almelo en omstreken, nodig ze uit. Stuur de link door, haal ze in deze sessie. Laat ze profiteren van deze kennis en laat ze profiteren van de donatie die ze doen. Het is win-win voor ons allemaal. Dus mogen Allah wa het accepteren van iedereen die heeft gedoneerd, van iedereen die het heeft gedeeld. En mogen Alles gaan aan onze intentie zuiver en ons het juiste laten verrichten. Allahumma ameen. Um, even kijken, er zijn nog twee adaya. Iemand vraagt om een dua voor zijn overleden opa. Allah subhanahu wa ta'ala. ان يتغمد هذا الجد برحمته اللهم ان كان محسنا فزيد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر لنا وله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وكن لنا وله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم يا رب ارفع شانه في العليين اللهم ارض عنه يا ارحم الراحمين اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب عند يزبرد ديدايز الصدقه فوسع او mocht Allah subhanahu wa ta'ala jou ruikelijk belonen, mag Allah subhanahu wa ta'ala jou genadig zijn, mag Allah subhanahu wa ta'ala jou aanbidden en aanvaarden, mag Allah jou stimuleren tot het goede en dat je standvastig bent op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, even kijken hoor. Oké, okay, er wordt ook een dua gedaan voor een broeder. Uh, mogen Alles van hem rijkelijk belonen voor alle extra inzet en tijd. En inzet tijdens deze mooie maand. Uh, en alle kennis die hij ons meegeeft. Sorry, nog één. Dus er is een dua voor een broeder. Ja. Uh, mogen Alles van hem rijkelijk belonen voor alle extra inzet tijd. Inzet tijdens deze mooie maand uh, en, en kennis die hij ons meegeeft. Dus wij moeten voor die broeder dua doen. Die, die broeder doet dat voor ons. Oh, okay. En wij doen voor dat wordt geaccepteerd. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeder, jou ruikelijk belonen ten eerste. En jouw sadaka aanvaarden en jouw rang doen stijgen. En iedere persoon die betrokken is om het goede te doen, mocht Allah subhanahu wa ta'ala uh, al deze mensen rijkelijk belonen, hun intentie zuiveren en hun bescheiden houden en hun gebruik omwille van Dien Allah ma'am. Het ging over u. <laughs> Amin. Ik ik Amin. Zak maar lachen. Oké, laten we verder gaan. Uh, <laughs> zo, zo worden ze oprecht. Zeg <laughs> maar, <laughs> <laughs> oprecht, dwa vanuit uw hart. Nee, mogen dat weer Nee, Allah ook degene belonen die deze dwa heeft gedaan voor ons, Allah Zeker. Amin, Barakallah. Amin. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala dat hij zijn tikker onderhoudt. Amin. Allahumma Amin. <Allahumma laughs> <Allahumma Allahumma laughs> <Allahumma laughs> Ja, en hij wil de mogelijkheid geven dat hij altijd met zijn tikraat bidt en niet overslaat. Ja, Rabbil Amen. Amen, Als oost een dua doet met het woord tikraat, dan weet je dat dat, dat, dat is serieus. <laughs> ja, dat moet jullie weten, dit is だ, dat <laughs> <salaries> is serieus. We mogen al het accepteren. Allah. We mogen Allah allemaal accepteren. Uh, even kijken. Wat is de tussenstand nu, broeders? Kunnen we gelijk daar nog. 3300 euro, oké. Okay, 3300 euro. Nog 200 euro zitten we op de helft, broeders van het streefbedrag. Aan broeders en zusters. Dus degene gaan, die. Wij, wij, kijk, Marib is over een half uur, denk ik. Hè? Wij gaan niet eten totdat we 5000 bereikt hebben. Jullie gaan ons helpen of wij blijven hier. Jullie zitten daar te eten. Wij zitten hier te verhongeren voor jullie. En wij zijn bereid dit te doen omdat het omwille van Allah is. Want dit nogmaals. Wallahi, de toekomst is onze jeugd, is onze toekomst. En ik spreek ook vooraan degene, de tweede generatie, hè, de eerste generatie, maar goed, de tweede generatie. Hè, want we zijn nu bezig met de vierde generatie, de tweede en de derde generatie. Mensen hebben in ons geïnvesteerd, waardoor wij zijn waar we zijn. Maar ook een stukje investering in ons is niet helemaal volledig ontbraken onze jeugd waardoor wij achter de feiten liepen. We willen dat onze komende jeugd die kans dat niet hoeft mee te maken. We willen niet dat zij meemaken of datgene ontbreken wat wij ontbraken. Dit is waar we mee bezig zijn. We willen onze jeugd een betere kans geven, een bij, betere begeleiding, hè, een betere faciliteiten, zodat zij kunnen groeien in hun dien. En dat zij niet uh, pas op veel latere leeftijd achter de feiten lopen. Uh, Wallahi, het doet me echt tranen in mijn ogen. Als ik zie iemand van 30 plus en hij kan het Koran niet lezen. Dit had al op, uh, in zijn jeugdige jaren aangepakt kunnen worden. En dan komen jongens op mij af. ze ik kan niet de Koran lezen wat mijn ouders hebben. En mijn gemeenschap niet in mij geïnvesteerd. Wij zijn voor dit bezig. Maar om... Je zegt ja, maar het wordt ook andere activiteiten. Die andere activiteiten zo maken hun bekend met de moskee. Zo trekken wij hen naar de moskee. Eenmaal in de moskee, dan gaan we met Koran in kennis. Dus alsjeblieft, help ons daarbij, inshallah, ta'ala. dat wij die target gaan halen. We in die lezingen gaan wa halen vandaag. Want dit is de beste manier hoe je kan investeren in jouw permanente toekomst in het hinamas. Ja, dit is jouw sadaqa Jerrie, dit is jouw doorlopende sadaka. Dat wanneer je komt te overlijden, jouw boek van daden gaat niet dicht. Want iedere keer dat de student een student één letter van de Koran leest, je krijgt beloning. Iedere keer dat iemand komt bidden, je krijgt beloning. Iedere keer dat iemand komt iets betekenen voor de gemeenschap, is da dankzij Allah in jou, omdat jij hebt dat mogelijk gemaakt. Jij hebt voor mogelijk gemaakt dat wij naar buiten gaan en op zoek gaan naar jongeren en trekken naar de moskee. Hè, zodat zij hè, uh, 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 versterken zich in dien, inshallah, Dus help ons daarbij, inshallah. De target voor morgen inshallah, is minimaal 5000. Ja, dus anders gaan we niet eten vandaag. Wil jij? Ik kan het wel broed... wat hebben, ik weet niet of Badra het volhoudt. Als hij flauw valt, dan. Uh... Willen jullie dat broeders en deze mensen het allemaal. Eet voor morgen. Oh, dat iedereen. Oh, nou. Ik bedoel, tijdens IFTA, tijdens marm... Kijk, zie je, ik was gewoon uh, in de war door u. Willen jullie dat de broeders die hier zitten... Met zijn kind... Eten tijdens Iftar... Doneren. En oesteren natuurlijk ook. Als jullie ons gunnen dat eten tijdens Iftar... Gooi het bedrag erin. Uh, we hebben nu 33.000 euro, als ik me niet vergis. Mag ik deze erbij tellen of niet? Ja. <laughs> uh, eten gaat er zeker. <laughs> technisch, is dit niet. Nee, technisch moet het meedelen. Daarom. Technisch moet het tellen, want het is gedoneerd aan, aan, aan uh, MIA. Oké. Okay. We hebben nu dan 3300 euro we online gekregen, 800 euro hebben we contant gekregen. Zitten we op een bedrag? U met onze financiële adviseur, dus, ik geef de rol aan u. Hoeveel, hoeveel hebben we 3.300 euro plus 800 euro. Ja, dat is 4.100. Zelfs simpel. 4.100 euro hebben we binnen. Masha'Allah. 900 euro voor Marrakech. Ja. Dus 900 euro voor Marrakech. Dan A. Mogen wij eten tijdens Iftar? B. Heb je natuurlijk goede daden verricht? <laughs> Help. <laughs> en C. Het is natuurlijk, het zijn de laatste tien dagen van deze maand om het weer serieus te maken natuurlijk. De laatste tien dagen van deze prachtige maand, want het is voorbijgevlogen. Als we door nu beseffen, alles wat we tekort zijn geschoten, ja, alles wat we nog willen inhalen, wat we nog enigszins willen compenseren, gebruik dit moment in ieder geval om een deel daarvan te kunnen compenseren. Doe de juiste intentie. Uh, doneren wat je kwijt kunt. Nodig mensen uit om hierbij te, om hierbij te komen, om van deze kennis te profiteren, om, om, om ook geld te doneren. Dus Baraklauf, ik kom broeders en zusters, we hebben nu 4100 euro. Er loopt nog een challenge, de challenge nog 4 keer 100 euro. Dus dan zitten we al op 4500. En als er dan nog één strijder die 500 euro erin gooit, zitten we op 5000 euro. Oh, dus zo snel kan het gaan. Als er broeders en zusters kijken, die mensen kennen die dit kwijt kunnen, leg het erin. Uh, even kijken. Ik ga dan de derde vraag erin gooien. Uh, we waren net gebleven bij het stukje. We zijn begonnen met het stukje ambitie. Net zijn we naar het stukje gegaan. Uh, we gingen over van, van vraag op vraag. En de vraag die ik hier voorstelde. had te maken met het stukje wereldse ambitie koppelen aan een ambitie in Agira. Ja. Dus wij willen natuurlijk naar het hoogste streven. Maar om dat te kunnen willen we natuurlijk kennis opdoen. Dus hebben we de vra vraag gesteld. hoe doen wij het beste kennis op? Wat zijn de belangrijkste dingen qua kennis die we op moeten doen? Dus de belangrijkste punten. Uh, twee dingen. Hoe kan Moslimjongeren Almelo bijdragen aan de ambitie van, van de jongeren hier in Almelo en omstreken? En wat zijn de valkuilen? Ja. Nou, wat de uh, MJA kan, kan, uh, kan bijdragen, zorgen voor een, een, een veilige sfeer, een welkom sfeer, dat men zich thuis voelt. Nou, dat is, ik, ik denk dat het belangrijkste is, A, benaderen van die jongeren, dat betekent dat je actief buiten bezig moet zijn om die jongeren te trekken. Uh, uh, dit is voor ons heel erg belangrijk. Sommigen zijn wel via social media te bereiken. Anderen, uh, bijvoorbeeld, naar uithangplekken waar die, jongens, die jongeren wel zijn. Uh, en dan er naartoe gaan: van, hé hey jongens, we hebben een activiteit in de moskee. Kom alsjeblieft. Dit is belangrijk: dat bekendmaken, dauwen, oproepen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de taak van de profeten en de Sahaba en de metgezellen en de, en de vrome uh, 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 navolgelingen van hun. En wij, ons, is onze taak om op te roepen. Want wij moeten de drang voelen, we moeten de moskee vullen. Maar nog belangrijker, drang is, we moeten iedereen redden. Dit is zeer belangrijk. Dus hoe zorgen we mensen hier? Hoe zorgen we dat mensen hier welkom voelen en dat er gevarieerd activiteiten zijn waar die ons leuk vinden? Dus praat vooral met inspiratie. Motivatie. Ja, dit zijn twee zaken waar we echt op, 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 op nadruk moeten leggen om de jongens eh, geïnteresseerd te houden dat ze naar de moskee komen. Ja, en dan inshallah zal zorgen dat er genoeg activiteit aan Koranles uh, we hebben vergelessen hier, alhamdulillah. Dit zijn zaken waar in ieder geval de verplichte handelingen... in ieder geval weet hoe je dat moet verrichten. We hebben om uh, uh, um de zoveel tijd hebben we een workshop. Uh, we, hebben een fiqh, uh, uh, we hebben natuurlijk een sira-reeks gehad... waarin we over hem hebben gesproken. Mm -hmm. Dus die activiteit moeten we continueren... om de jongens die jongens, wanneer ze hier komen... dat er genoeg aanbod is om hun uh, interesse, interesse te behouden... waardoor zij de band met de moskee versterken. De faalkuil is is wanneer wij mensen aantrekken en niet juist de aandacht uh, 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 schenken, dat ze of de verkeerde kant op gaan, of helemaal de band met de moskee uh, 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 kwijtraken. Daar moeten we voor oppassen. Zorgen dat degene die de begeleiding geeft ook de juiste mensen hebben. Het is niet alleen maar kennis, maar het is ook etiketten. Uh, die hebt een voorbeeldfunctie. Dat je de juiste gedachten goed hebt, dat je kennis gefundeerd is, dat je op een goede manier omgaat. En dat die jongens welkom voelt. Dat, je dat, dat zij zich ook begrepen voelen. Er moet ook een luisterende oor betrokken worden in ook in hun levenssituatie. En, en, en die jongens beschermen van oké, okay, zit je met vragen? Ik kan hier terecht, zit je met iets? Kom naar ons, dat om zoveel tijd, dat er een soort database komt van die jongeren, dat we om zoveel tijd, wanneer ze niet zien, betrokken zijn. Hey, hoe is het? Ben je ziek of is het gebeurd? Want als je dat niet doet, dan raak je ze kwijt. En als je ze kwijtraakt, is het helemaal moeilijk. Kijk, de eerste keer binnenhalen, dat gaat nog. Maar als je hem kwijtraakt en weer terughaalt, is het veel moeilijker. Dus dat, daar moeten wij, inshallah, wat extra aandacht aan besteden. En, en, en dat gaat ook voor ouderen. Uh, wanneer wij zien iemand die normaal in de gemeenschap is en die is er niet, die gaan wij bezoeken. Assalamu alaikum, wat is er? We zag jou niet, je ziek. Nee, 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 ik was alleen druk. We hebben jou echt gemist. Hij denkt: Oh, mijn broeders hebben aan mij gedacht. Oh, ze missen mij. Dat is al een stimulans om te komen. S -s maar misschien als je ziek is en niemand weet het en wij komen: Wat is Ik ben ziek, ja, daarom. Oh subhanallah, daarom zijn we hier. En je toont die betrokkenheid. Dat Subhanallah, ik ben ziek, ze vragen naar mij. Ik heb niemand laten weten, maar toch hebben ze mij gevraagd. Die broed, dit is broederschap. Maar dat wij activiteiten hebben, wie komt is welkom en wie niet komt heeft per gaat. Die, die houding is, dat is niet stimulerend. En, en, en wij moeten betrokken zijn. Misschien iemand zo ziek die heeft onze hulp nodig, maar durft dat niet te vragen. Maar doordat wij dat uh, eigen initiatief nemen, dan versterk je de, de, de relatie met de Heer. Het resultaat is dat iemand nauw betrokken blijft met de moskee. En dat is wat wij willen. O, uiteindelijk het doel is vullen van de moskee. Zeker. Dat is het doel. Dat is het hoogste doel. En daarna het tweede doel is dat iedereen die de moskee vult, dat hij Allah aanbidt op de juiste wijze. wijze. En het derde doel is dat iedere moskeeganger een bijdrage levert aan de moskee. Dit is onze stappenplan, vullen, juiste ibadah, juiste intentie en dan een bijdrage leveren zodat de gerb blijft gecontinueerd blijven bij die i Dat is echt heel mooi inderdaad. Op het begin, begonnen we daar, uh, begin van de sessie begonnen we daar ook over inderdaad. Uh, het belang dat mensen laagdrempelig binnen de masjid kunnen komen om daarna zeg maar hun taken op te pakken en door te ja. kunnen geven. Dus in eerste instantie de jongerenavonden, de evenementen, de activiteiten die we hebben, zijn allemaal om jongeren binnen te krijgen in de masjid. Zeker. Want een van de mooiste dingen, dat ben ik helemaal vergeten te benoemen, Wij hebben onze jongerenruimte, hebben wij letterlijk naast de gebedzaal. Dat is iets wat je vrijwel nergens ziet. Nee, klopt. Dat, dat wij een ruimte je hebben. Je hebt gekregen. zicht op de Mohsallah zelfs. Dus ook al hoor je niks, je ziet de imam lopen, je ziet dat Salah gaat beginnen, dit is, dit is uitzonderlijk. Zeker. Dus, je staat op bij het gebed en je bidt gewoon mee in de avond. En als je hier overdag bent. Het prachtige is, de jongerenavond hebben we ook hier. Dus stap 1, als een jongere naar een evenement komt, een jongerenavond nog te, te hoog vindt om, om binnen te stappen, komt hij naar een evenement. Bij het evenement, zoals u net zegt, de uitnodigende sfeer proeft hij, dan denkt hij van weet je wat, ik wil ook wel eens een jongerenavond bekijken. Bij een jongerenavond, deze broeder heeft misschien 10 jaar niet, geen gebed verricht, maar hij is hier. Hij is hier onder de broeders, die hoort kennis en hij, ziet de, hij hoort de erwijn, hij ziet het gebed verricht worden. Uiteindelijk gaat hij ook vragen stellen. Die vraag geef je hem. Je leert hem, je leert hem, natuurlijk je leert hem te weten wie Allah subhanahu is. En zo volgen de stappen. Zo zijn er heel veel broeders hier op die manier die zijn begonnen met praktiseren. Ze zijn begonnen met het gebed verrichten, begonnen met de Koran memoriseren, begonnen met zelf nu kennis delen met andere broeders die net nieuw zijn. Dus dat is iets wat ik echt graag wil meegeven. Het begint bij zoiets. Sick. Als we het over ambitie hebben weer. Het begint bij iemand binnenkrijgen. En diegene die binnen is gekomen. Met de oprechte intentie omwille op willen van Alasen, die gaat natuurlijk door. Die ontwikkelt zich tot iemand die de vijf dagelijkse gebeden verricht, tot iemand die de goede daden verricht, iemand die zijn eigen verfrist en beter met mensen leert omgaan, en uiteindelijk zelf mensen gaat trekken naar ons prachtige geloof. En daar zijn jullie hard bij nodig, broeders en zusters. Daar is jullie donatie heel hard bij nodig. Eén ding wat ik nog wilde benoemen, trouwens, bij de evenementen. Het is dus zo bij de evenementen, normaal gesproken, als we een evenement doen bij een organisatie, bestaat er een eigen bijdrage. Dat kennen we allemaal, de eigen bijdrage. Dus betaal dit en dit bedrag, dan kun je meegaan. Voor sommige broeders en zusters is zo'n eigen bijdrage gewoon te hoog gegrepen. Dus die willen graag meegaan, maar die, de drempel is gewoon voor hem, dat bedrag. Wat jullie doen, ja, stap 1 in dit proces, is door jullie donatie kunnen wij evenementen doen zonder een eigen bijdrage. We hebben afgelopen paar jaar hebben we bepaalde evenementen gedaan dat mensen schrikken van de bijdrage die ze moesten leveren. Het ging echt om een euro of twee. Want ze denken van, hè? Normaal is het veel duurder. dat komt allemaal door jullie. En door jullie zijn die mensen deze kant op gekomen. Hebben ze een evenement bijgewoond. Door Allah subhanahu wa ta'ala. Je jullie, jullie zelf gemaakt natuurlijk, om mezelf even te rectificeren. Door, jullie, door Allah subhanahu wa ta'ala zijn jullie verkozen om die mensen dus uh, te helpen in die bijdrage. Zijn ze via een evenement naar de jonge ruimte gekomen. En hebben ze hier de dien mogen leren. Dat is toch prachtig als je erover nadenkt. Zeker. Dat broeders en zussen die het niet breed hebben, toch zo'n activiteit kunnen bijwonen. En daardoor gewoon de moskee kunnen betreden. Dus, en, dus voor de broeders en zusters allebei. Dus onderschat nooit, onderschat nooit de sadaqah die je doet. Never niet. Want die sadaqah gaat niet verloren. Zeker, we hadden net natuurlijk die uh, de persoon die 20 euro had gedoneerd en dacht dat het weinig was. Zulke bedragen die zorgen er gewoon. Als, als je 10 mensen hebt die 20 euro doneren, heb je al 200 euro. Maar het gaat niet om de hoeveelheid, de kwantiteit gaat dat niet om. Het gaat erom wat jij kan. En een percentage van wat jij geeft, van wat je hebt. Daar gaat het om. Dat is de focus. En dat je doet om het doet omwille van Allah subhanahu ho wa ta'ala. ver staat dat nu? We hebben nu, uh, wat ik heb binnengekregen, 4600 euro. MashaAllah. Dus mensen beginnen ons te gunnen. MashaAllah. We, we zijn er bijna. Ik wil even iets, iets, iets vertellen even over ambitie. Wij, de ambitie moeten wij allemaal hebben. De, de ambitie van Emiya is hoe gaan, wij de moskee, hoe gaan wij onze jongeren naar onze moskee trekken. Dat is onze ambitie. Ja, zoveel mogelijk dat alle jongeren, alle moslim jongeren van alle naar de moskee kennen en naar de moskee komen en een, goed band, een goede band hebben met de moskee. Dit is de ambitie van ons die wij willen bereiken op dit moment. De ambitie van degene die komt. Hoe kan ik een betere moslim worden? Hoe kan ik beter Allah aanbidden? Hoe kan ik betere relatie krijgen met het huis van Allah? Want het huis van Allah moet het centrum van ons leven zijn. Het is een onmisbaar, een essentieel, een essentiële onderdeel van onze van ons leven, van ons bestaan is, is, is de moskee en Rasul sallallahu heeft dat zo vaak in verschillende ahadith benadrukt de essentie van, 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 van de moskee en ons leven dus hoe kan ik als, de als bezoeker zijnde een betere relatie met het huis van Allah subhanahu wa ta'ala krijgen voor de bezoekers die standvastig hier zijn hoe kan ik allerlei vormen aanbieding verrichten in de moskee Waardoor mijn relatie met Allah nog sterker wordt en een connectie krijgt. En daarna een ambitie van de, onze gehele gemeenschap. Hoe kan ik een bijdrage leveren, zowel financieel als op andere vlakken, aan de moskee? Hoe kan ik vrijwilliger zijn van de moskee? Dus ik steun financieel, dat sowieso. Alhamdulillah, we mogen niet klagen in dit land. Ieder van ons heeft inkomen. Iedereen heeft het. Alhamdulillah, goed. Dus ik moet sowieso financieel betrokken zijn met het huis van Allah. Dit is een verplichting van de gemeenschap. Waarom? Omdat een moskee kan niet bestaan zonder de hulp van de gemeenschap. En als de moskee in, in, in problemen komt, wij zijn allemaal aansprakelijk tegenover Allah. Want het huis van Allah is belangrijker dan je eigen huis. Vraag jezelf af, hoeveel investeer je in je eigen huis? Ja, ik wel. we betalen huur. We betalen gas, water elektra. Maar we versieren het met meubelen, met van alles. Verf. Uh, Versieringen, noem maar op, vernieuwen om de zoveel tijd. Hè? Uh, nieuwe look, nieuwe uitstraling, nieuw dit. Dat doen we continu met een huis wat je achterlaat en je gaat weg. Maar dit huishuis van Allah wa alles wat je erin investeert, is blijvend. En gaat met jou mee naar het hiernamaals. Terwijl je eigen huis, je moet daarvoor verantwoorden. En het is een last. Terwijl een huis, is geen, een huis van Allah is geen last Dus de ambitie van mij, hoe kan ik bijdragen leveren aan de moskee? Geef ik een uur? Hoe kan ik dat vermeerderen? Doe ik het helemaal niet? Oké, okay, ik moet mijn bijdrage en uitzoeken de uitdaging. En waar heeft de moskee het huis van Allah van mij nodig, zodat ik bijdrage kan leveren? Dit is onze ambitie van ons allemaal. Dit moeten we hebben. Want als niet. Dan Allah taala gaat ons niet in rang doorstijgen. stijgen echt niet. Maar we kunnen ook risico lopen dat wij de liefde van Allah kwijtraken als we niet bekommeren op het huis van Allah. Amen. Dus het is nu bijna Adaan. En wij zitten nog, we hebben nog 400 euro te gaan. Minder. Minder? We hebben nu 47, 140, nog 260 euro te gaan. Betalen. 260 euro te gaan. Ja, wel, wie gunt ons, inshallah ta'ala... Dat wij dit mooie initiatief omwille van onze jongeren gaan opzetten. Zodat we b.n.l. alle jongeren van allemaal in omstreken een goede band met de moskee krijgen. Met het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Help ons inshallah b.n.l. nog maar 260 euro te gaan. Zodat we inshallah met jama'a kunnen even bidden. En onze vaste doen verbreken. Halen we het niet dan gaan we sowieso bidden. Maar dan komen we weer terug. We gaan niet eten. Totdat we ons target gaan halen b.n.l. subhanahu wa ta'ala. Er is nog iemand die 100 euro heeft gedoneerd, begrijp ik. Ja. Want er is, ja, er is nog 100 euro van de 10 van de 10 1000 euro's te gaan. Dus we hadden een challenge. Ja. We hadden net een challenge op het begin. Dat was 10 keer 100 euro doneren. Hadden we 1000 euro erbij. 9 van de 10 hebben we al gegeven. gegeven. Maar 1 moet die 100 euro doneren. Dan hebben we 10 van de 10. Dan hebben we deze challenge ook Allah gehad. Allah Kunt u nog één dua doen? Ja, uh, kunt zeker. u dua doen dat Allah mijn dochter weer helemaal geneest? Amen. اللهم رب الناس اشف البأس انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف هذه الاخت اللهم اشفها شفاء عاجلا اللهم ابدلها صحة خير من صحتها اللهم يا ربي ابشرها ببشرى Uh, shifa, Ya Rahimin. Allah, haar. O Allah, verheug haar met de genezing zo snel mogelijk, Ya Allah. Oh Allah, reinig haar lichaam van iedere kwaal. Oh Allah, uh, mocht Allah subhanahu wa haar een uh, 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 goede gezondheid schenken. En mocht Allah subhanahu wa haar laten verkeren, in een goede staat van Iman in gezondheid, Allah, ja, ma'amin. Nog een dua. Graag dua voor mijn overleden vader. مخ الله سبحانه وتعالى هم خنادق اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر لنا وله اللهم لا تحرمنا أجراه وَلَا تفتنا بعده وَكُنْ لنا وله اللهم اجعل قبره روضة من, روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم احشره في زمره خير الانام من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم يا رب اصلح ذويه يا ارحم الراحمين نكون <applause> دعاء الله اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم تغمده برحمتك اللهم أدخله فسيح جناتك اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بين خطايا بينه وبين خطاياه كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم يا رب ادخله الجنة بنعمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين <applause> <applause> الله أكبر

Op de dag des oordeels geen angst en verdriet zullen mij meemaken. Wie zijn dat? Degenen die geloven en die waren godsvrezend. Voor hen is de verheuging in deze wereld en het hiernamaals. Ze worden verheugd in deze wereld met het goede nieuws dat ze naar het paradijs mogen en dat ze een goede voorzieningen krijgen en dat ze een goed leven krijgen. En het hiernamaals worden ze verheugd met de tevredenheid van Allah, met de paradijs en deugden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom zegt hij. Ja. Deze broeders, die mass'allah en zusters die het mogelijk hebben gemaakt, ja, inshallah. De target staat nog op 7000 euro. We hebben nog Hoeveel 1900. 5200, 1800 euro te gaan. 1800 euro te gaan, inshallah. Maar de Adaan gaat zo even klinken. We gaan nu even doa doen voor ieder persoon die wat gedaan heeft. Als nog iets? Ja, er zijn eigenlijk drie aadijën okay. die nu gevraagd worden als je die nog even kunt doen. Dus donatie dat de jongeren graag naar de moskee komen op vrijdag en voor onze ouders. Noem ze allemaal: we gaan doua en dan nemen we alles mee. Er is iemand die heeft perfect eigenlijk voor alles. Iemand zegt: vraag hoe te Nasser om een geweldige doua te doen voor in het algemeen. Allah, dus neem ze allemaal tegelijk mee met dit we, Weet je <laughs> waarom? Omdat Adan gaat klinken: deze, dit moment doua wordt verhoord. Hij is er oprecht. Iemand heeft letterlijk gevraagd: vraag hoe stel om een algemene doua te doen. Maar <laughs> dat gaan we doen, inshallah. We hebben nog vijf minuten. Kijk, we gaan zo meteen even lange dua doen, inshallah deze, deze Om af te sluiten, gaan we dua doen. Alsjeblieft. En ik hoop inshallah dat voordat we klaar zijn met de dua dat we het target behaald, behaald hebben. Het doel ja, hebben we behaald. Je kan amin zeggen en tegelijkertijd kun je inshallah winnila uh, sadaka geven. Maar we gaan doa nu even doen. Uh, uh, voor iedereen, we doen het

ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس نفس اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وبارك وسلم تسليما يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد اوراق الاشجار اللهم صل على سيدنا محمد عدد اقطار البحار اللهم صل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماوات يا ارحم الراحمين اللهم نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم يا رب كل من أنفق وساهم ودعا وأعان وجاهد من أجل هذا المسجد اللهم عن اللهم كل من أنفق ودعا وساهم وتعاون وخدم هذا البيت بيتك يا ارحم الراحمين، اللهم جازيه عنا الف خيرا، اللهم يا رب ارزقهم رزقا حلالا طيبا، اللهم تقبل عباداتهم وطاعاتهم يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع شأنهم في العليين، اللهم اريهم ما يحبون في نسلهم ولا تريهم ما يكرهون يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا واياهم جميعا لصراطك المستقيم، اللهم اغفر لنا ولهم جميعا عن ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا ربي اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين اللهم كل من أنفق وساهم ودعم ودعا وخدم بيتك يا أرحم الراحمين الله <سؤال> مقد حاجتهم الله مقد حاجتهم الله مقد حاجتهم الله مقد حاجتهم الله مغفر ذنوبهم الله مرزقهم الاستقامة على طاعتك الله مرزقهم الاستقامة على طاعتك الله اقضي حوائجهم الله مشف مرضاهم الله معف مبتلاهم الله ارحم مواتهم والله إذا برسون دين صدقة هي خيفة ومفيلة فان ديزة موسكي ومفيلة فان ديت initiative of have du'a gedaan of have Geleverd, of hij heeft geholpen, of hij heeft dienstbergen bijgesteld, of hij heeft vrijwillig werk gedaan. Allah uh, beloon hem rijkelijk, ja. Allah mm. beloont hem of haar rijkelijk, ja. Allah vergeef hun zonde, Allah. Ja, Rabbi, er is ook om goede voorzieningen het, ja. Allah, Allah zeggen hun gezondheid, Allah maar zeggen hun imaan. Allah maar zeggen hun bezit, Allah maar zeggen hun baan, Allah maar zeggen hun familie, Allah maar behouden hun familie met een goede relatie met een met iman en liefde ja arhamarrahim Allah maak hun liefde groei ja arhamarrahim Allah om ja, mij versterk onze gemeenschap zoals zij gul zijn om van u u en u bent de gulle. ze zijn gul om uw, omwille van uw huis O Allah, wees schuld voor hun. Allah, wees schuld voor hun. Allah, vermeer hun beloning. Allah, accepteer hun aanbeida. Allah, accepteer hun goede handelingen. Allah, accepteer hun vasten. Allah, accepteer hun sadaqa. O Allah, doet hun verdozen al ala binnen treden, o Allah, genees ieder zieke van hun. O Allah, ieder persoon die beproefd is, geeft om de oplossing. En ieder persoon die zij kwijt zijn, geraakt. O Allah, wees hem genade. O Allah, wees genade. Allah, maar sta hem bij in hun beslissingen. Allah, maar laat hun de goede beslissingen dingen beslissen. Allah, maar sta hen bij in hun leven. En Allah, sta hun bij bij het verlaten van dit leven. Allah, sta hun bij bij de rekenschap in de wederopstanding. Allah, doen ze het paradijs binnen treden. Allah, versterk de band tussen onze gemeenschap. Allah, doe de liefde tussen ons bloeien. Ja, Allah. Allah, versterk onze broederschap. En ieder broeder of zuster die weg is van de moskee, breng hem terug. Ja, Allah. Allah, zorg dat uw huis vol is. Allah laat niemand in Almelo in omstreken, jong of oud, man of vrouw, geleerd of niet geleerd. O Allah brengt ze naar uw huis. O Allah versterk hun imam. Allah versterk hun band met uw huis, ja Allah. O Allah versterk hun band met uw huis, ja Allah. Allah, versterk uw band met u, ja, Allah. Oh, Allah, is tevreden over hen. Oh, Allah, hou van, van ons en van hun, ja Allah. Oh, Allah, geef ons de mogelijkheid u te aanbidden op de wijze die u behaart, ja Allah. Oh, Allah, la, ons, laat ons kennis opdoen. Doe kennis vergaren hè, van uw dien, ja Allah. Zodat wij ons aanbidden op de wijze die u past. De, de wijze die u behaagt. Allahumma ameen. Wassallahumma ala Sayyidina Muhammadinu wa ala alihi wa ik zet allemaal mijn en is Allah wat we Even tussendoor. We hebben 5950 euro op dit moment. 5950 euro. Laten we in ieder geval voordat we Maghreb gaan bidden en voordat we de iftar gaan doen, laten we die 6000 euro aantikken. Als er één iemand is die 50 euro doneert, hij is er al. Voor zitten we 6000. Waar ik een low kom. Beste aanwezigen, beste kijkers. We hebben nu de 6000 euro aangetikt. Dat betekent dat we nog maar 1000 euro verwijderen van ons hoofddoel. Ons hoofddoel is 7000 euro. Dat is wat we graag willen ophalen voor ons, Moslimjongeren Almelo en Moslimzusters Almelo samen. De link blijft actief. Dus de link blijft nog aan. Willen jullie vanavond, vannacht nog goede daden blijven binnenhalen? Dan is dit het moment voor jullie om het helemaal af te maken. Blijf doneren, blijf het delen. Wij zullen dus tussenstand ook online blijven delen op onze socials. Dus. Harakalau, vind ik om best aanwezig. Mocht alles fout aan het van jullie accepteren en jullie het beste geven, mocht alles wa aan ons alle op het recht ons dan vast te houden. Ik vraag jullie om nogmaals, deel het in de avond, deel het met mensen en willen jullie nog goede daden blijven binnen harken. Doneer, doneer en doneer mo khallas farat Allah Allah accepteren barakallahu fikum ostaaz yubarakallahu fikm molto polite barakallahu fik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Allah ons khalla accepteren En ons eten lekker laten smaken wa na rabika balisat hamas assalamu alaikum wa rahmatullahi